bekrachting was. Dus als er liefde is tussen twee gelijke soorten mannen of vrouwen, dan is dat allemaal prima. Dan wordt dat gewoon goed geheten. En, want God is liefde, hè, in die trant. Dan is dat goed geheten. En ik weet niet of jullie je daar bewust van bent. Maar ik denk voor de echte christen, de haat, hè, die Jezus ook gezegd heeft. Niet ik, Jezus zegt, je zult gehaat worden om het woord van God. Dat betekent om het woord van God. Dat is een mooie zin. Dat als jij besluit bij het woord van God te blijven, dus wat God zegt, wat het woord zegt, wat daar staat, als in het woord staat over dat God, dat homo's, dat mensen, hè, mannen die met mannen slapen, dus homoseksualiteit of met beesten en alle gekkigheid, die zullen het koninkrijk van God niet binnengaan. Zo staat het er letterlijk. Er is een nieuw Jeruzalem, er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Hè, dat koninkrijk van God, daar staat duidelijk in het woord wie daar binnen gaan, maar ook wie daar niet binnen gaan. Dat zegt het woord van God. Dus als jij daarbij blijft en de hele wereld, kijk, misschien denk je, nou, de wereld denkt anders natuurlijk, die kennen God niet. Maar wees je zeer bewust dat de grootste kerken, dat die zeggen, ja, dat Sodom en Gomorra heeft God helemaal daar niet om vernietigd. Dat was alleen, weet je waarom dat, wat er gebeurde, wordt er gezegd. In Sodom en Gomorra was een rijk gebied. Dus als daar vreemdelingen kwamen, dan werd dat niet geaccepteerd. Dan wilden ze die afschrikken. Ze wilden geen nieuwe mensen binnen hebben, want dan moesten ze geld. Dat kostte ze geld. En dan moest de rijkdom verdeeld worden. Dus wat deden ze dan? Want dat gebeurde, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, dat de engelen eigenlijk en God bij Abraham kwamen, dat ze naar Sodom en Gomorra gingen om dat te vernietigen, omdat de zonde God tot zijn neus kwam. Het kwam zijn neus uit, zeggen we dan in het Nederland. En hij zou ze vernietigen. En Abraham bidt, hij zegt, Heer, uiteindelijk als er 50 zijn. Maar wat als er nou uiteindelijk maar 10 rechtvaardigen zijn? Dan gaat u toch niet de hele stad om vernietigen? Hè? En uiteindelijk zien we dat er geen rechtvaardigen zijn, alleen Lot. En dan als die engelen daar komen, die komen dan bij Lot in huis. En dan komen die mannen van de stad. En die willen die engelen, die mannen, dat zijn engelen, die mannen die bij Lot zijn, die willen ze naar buiten. Want daar willen ze gewoon seks mee hebben. De hele gemeenschap, hè. Alle mannen van die stad kwamen daar. En nou ja, goed, de engel uiteindelijk redt ze dan. Neemt Lot ook mee met zijn gezin. Uiteindelijk zijn er 3 mensen die overblijven. In eerste instantie zijn vrouw, maar die kijkt achterom. Die vindt het toch wel jammer dat ze niet bij die zondige stad kan blijven. Maar het punt is, nu wordt er gezegd, ja, maar kijk, dat is de reden dus waarom die mannen die bij Lot die 2 engelen wilden verkrachten, hè, om ze maar de kop in te drukken. Eigenlijk hadden ze kunnen, voor mij hadden ze ook gewoon kunnen vermoorden. Dus een beetje apart. Maar het idee, ik weet niet of jullie dat ook het absurde van dat denken. Maar dat zien we in kerken. Er zijn kerken die dat ook in een statement nu zeggen. Ik las vorige week een artikeltje, ik weet niet of jullie van Mozaïek gehoord hebben, is nu ook in Rotterdam, is nu in 10 steden. Daar is begonnen in Barneveld, denk ik. Ik weet niet precies zo, maar daar worden gewoon de hallen voor afgehuurd. Er zijn 2.000-3.000 mensen. Ik zoek mensen uit de traditionele kerk die daarheen willen. Vooral Allerheilsong, weet je, omdat de lofprijzing geweldig is. En het samen zijn met de broeders en zusters is natuurlijk geweldig. En dan kunnen we God aanbidden. Is dat zo? Even weer terug te komen bij ons. Is dat zo, dat als wij liederen zingen, dat per definitie ook God aanbidden is? Vertel mij, is God aanbidden ook als jij in zonde leeft en jij zegt, ik aanbid God? Neemt God het aan of heeft hij liever dat het goed gaat met jouw leven, dat je zonder de zonde? We vergeten dat Jezus Christus ons vrijgemaakt heeft met zijn bloed, waarvan? Van de zonde. Ik merk dat stukje overgeslagen wordt. Maar even te komen op Mozaïek. Ik kwam toevallig, nooit toevallig, hè, iets tegen. En waar ook dat gezegd wordt. En waar dus ook homostellen gedoopt worden.
Er stond ook in, er was een interview met een van de leiders. En die zei ook van, we zijn nu met het bestuur ook bezig om te kijken of we ze ook zullen inzegenen. Want dat deden ze nu nog niet, maar daar zijn ze nu over in beraad. Of ze ze ook gaan inzegenen. Maar ze worden dus wel gedoopt. En ik weet niet hoor, of jullie, als je de hele Bijbel nog niet gelezen hebt. Hè, de meeste mensen beginnen bij de evangelieën. En tot mijn verbazing. Ik wil toch iets met jullie, je hoeft het niet eens op te zoeken, we kennen dat wel. Dan begin je, ik bedoel, als je al begint te lezen, hè, Matthäus, kom dan tenminste bij Matthäus 1, 2, 3, misschien de eerste vijf hoofdstukken. Ik zie dat, dan zie je dat Johannes de Doper, hè, die doopt bekering. En dan zie ik, dan wordt Jezus wordt ook gedoopt. In de eerste instantie wordt hij door de geest van God geleid naar de woestijn. Waar hij verzocht wordt door de duivel. Dus op de proef gesteld om te zien of hij zich aan het woord houdt. Want de duivel komt met de Bijbel. De duivel komt met de Bijbel aanzetten, vergeet het niet. Die zegt, hey, doe nou dit, joh, dan geef ik je dat. En dan komt Jezus ook met het woord van God. En het is zo typisch, dat zie je met de valse leer. De Bijbel wordt uit zijn context gerukt. Er worden halve teksten of teksten die... die helemaal uit zijn verband gerukt worden, die worden je voorgeschoteld om een bepaalde leer over te brengen. En vooral alles mag en Jezus houdt van je hoor, je hoeft je niet te bekeren. Maar dan zie ik dat typisch, dat bij Jezus, bij de duivel al begon. Dus waar zou die leer vandaan komen? Even tussendoor. Hè? De Bijbel zegt toch, hè? Spring maar van die tempel af, de engelen zullen je dragen. Dat staat in de Bijbel, maar Jezus zegt... Hey, die vergelijkt schrift met schrift. Hij zegt, er staat ook, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Je hoeft niet te zeggen, nou, als ik spring van die tempel, even kijken of God me opvangt. Nou, kan je garanderen dat je te pletten valt. Hè? En Jezus, kijk, leert ons ook. Weet je, Jezus maakt de wetten zwaarder. Jezus legt als het ware de bedoeling van Gods wetten uit. Wat is het oogmerk? Waarom geeft God bepaalde wetten? Opdat het je goed gaat uiteindelijk. En je ziet dat Jezus ook in de bergrede, daar zie je dat Jezus ook de wet uitlegt met hoe God het vanaf het begin al bedoeld had. Met wat uiteindelijk het resultaat is van als je die wetten doet. Maar dan wordt Jezus, hij wordt dus verzocht, dan komt hij terug. En van toen af, hè, als je dat thuis gaat lezen, Matthäus 4, vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, nou wat preekte Jezus nou? Jezus zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En eerlijk gezegd, ik voelde me een beetje rot, want dan hoor ik soms bepaalde mensen die preken en dan denk ik, oh, waarom ben ik zo kritisch? En dan heb ik mijn kritiek op wat ik geloof niet de waarheid is. Ik hoor bepaalde dingen die gewoon niet kloppen. En dan denk ik, oh, Hans, waar ben je mee bezig? Je kan de mensen niet zo afkraken, want zij gaan uit, ze gaan evangeliseren, ze gaan met een bus rond, ze gaan de stad in. En ineens toen ik dit las, dat Jezus begon te prediken, bekeren. Toen dacht ik, dit is wat er ontbreekt. Er wordt gepredikt, kom tot Jezus. Er wordt zelfs gewaarschuwd, weer zo gevaarlijk. Dan denk je, ja, maar die waarschuwt ook. Hé, het einde der tijden is gekomen, we komen voor Jezus te staan. Het eeuwig leven, hè? Maar ik zie dat er een heleboel dingen door elkaar gehaald worden. Over het merkteken van het beest en over te komen. Maar ik denk, wacht eens even. Maar die persoon, ik hoor predikers wel waarschuwen. Hé, je moet klaar zijn als Jezus komt. En toen dacht ik, dit stukje ontbreekt. Jezus wordt gepreekt, kom tot Jezus. Geef je leven aan Jezus. Maar er wordt niet bij gezegd dat je je eigen leven dan verliest. Dat Jezus de baas wordt, dat de wetten van God in jou moeten gaan heersen. Dat je de werken van het vlees niet meer doet. Want Jezus, zijn bloed heeft je vergeven van zonde, heeft je schoongewassen. Jezus heeft ons verlost van de zonde. En toen dacht ik, dit is het evangelie wat wij vandaag horen. Niet bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar neem de beloning aan als je tot Jezus komt. Alleen we vergeten erbij te zeggen dat we ons moeten bekeren. Neem de beloning aan. Jezus houdt van je. Je hoeft alleen maar hem te accepteren. Maar er wordt niet bij gezegd dat we hem en zijn woord accepteren. We gaan er rond en we zeggen, hé, in de kerk, dat is het evangelie wat nu klinkt. Want je gaat twijfelen, want er wordt zoveel. En daar wil ik je ook weer voor waarschuwen vandaag.
Niet alleen dat alleen de liefde wordt gepreekt, want dan hoor je soms ook de waarschuwing. Maar welke waarschuwing? Bekeer u. Er wordt gepreekt dat het bloed van Jezus ontreinigt, niet van zonde, maar van de gevolgen van de zonde. Jezus heeft ons gekocht, we zijn nu van hem. In hoeverre? Dat hij heeft de prijs voor jou betaald. Met andere woorden, ga maar door met je zonde. Er wordt ons niet gezegd dat we stoppen met de zonde. Dat we een nieuwe natuur hebben. Want eerlijk gezegd, als wij een nieuwe natuur hebben, een nieuw DNA. We hebben nu het DNA van onze vader, onze hemelse vader gekregen. Dus wat wij vroeger natuurlijk vonden, kijk, toen we zonder Jezus hebben we een natuur die het heel natuurlijk vindt om te zonden. Maar in een nieuwe schepping is het voor mij niet meer natuurlijk om te zondigen. Dat past niet bij mijn natuur. Dat doe ik niet meer vanzelf. Nee, want ik ben vrijgekocht van de macht van de zonde. Ik ben nu een kind van God geworden. En de Heilige Geest is er onmiddellijk bij om mij te helpen. Dit kan niet. En weet je wat de Heilige Geest bij mij doet? Als er iets is wat niet goed dreigt, weg! En niet meer, help me, ik kan me niet inhouden, ik kan de verleiding niet weerstaan. Als iemand van de drugs afkomt, dan moet je niet, als hij net bevrijd is, moet je niet een drugs voor hem neerzetten. Als iemand van de drugs af wil, wat doe je dan? Dan hou je de drugs bij hem vandaan. Als iemand van de alcohol wil, dan zorg je dat je geen alcohol in huis hebt. Maar weet je wat het mooie is? Op het moment dat je vrij bent, kun je naar mensen gaan die aan de alcohol zitten, die het jou aanbieden, want het is geen verleiding meer voor je. En daar maakt Jezus ons vrij van. Voor mij is de zonde geen verleiding, want de dingen die ik vroeger leuk vond, vind ik... Doet de Heilige Geest dat bij jou? Vraag hem dan om dat te doen. Dan is het niet moeilijk om Jezus te volgen. Dan is het simpel. Dan zijn er sommige kleine, weet ik veel wat, dingen die je misschien niet in de gaten hebt. Op het moment dat je het ontdekt, is het meteen, poef, stop. Oh, maar goed dat ik het weet. Niet, hij veroordeelt mij. Dan ben je, oh, opluchting zeg, dat wist ik niet. En die dingen mis je niet. Wie mist zijn oude leven? Ik er niet. Maar wees je dus bewust, dit is wat er gaande is. Dus ik denk, hoe meer kerken, de grote kerken, de gevestigde kerken, waar toch opwekking is. We hadden het vrijdag over de eenheid, hè? Eén God, één lichaam. Je houdt je hart vast. Dus denk je, het is eigenlijk alleen nog maar logisch dat als jij je daaraan houdt, al zul je alleen zeggen, nee, homo's komen niet in de hemel. Hou ik niet van homo's? Ik wel. Want ik vind dat wij als kerk een belemmering zijn voor de homo's om zich te bekeren, om binnen te komen, om vrij te worden. Om überhaupt al het idee van, hé, ik moet vrij worden. Dat kan alleen Jezus. Dus er wordt een vals evangelie gepreekt. Een valse vrede. Wanneer het vrede is, alles is goed. En dan zal Jezus komen. Inderdaad, zijn we er klaar voor? Ben je klaar voor de vervolging? Bereid je ervoor dat je om het woord zul je vervolgd worden. Dus als jij het woord blijft geloven, als jij je aan het woord blijft houden, als jouw mening, als er om gevraagd wordt, durf je je mening te geven, durf jij te zeggen, of als iedereen dan de home, in dit geval de LB, ik ken alle afkortingen niet meer, want er gebeuren gekke dingen waar ik het bestaan niet eens vanaf wist. Te gek om los te lopen. God, man, mijn God. Als we een relatie, man of vrouw, zoals God het zegt, seks in het huwelijk. Waar is überhaupt in de kerk de vraag of je homoseksuele relaties, en meestal is het nog in het meervoud ook, kan hebben? Of de hoererij tussen man, vrouw, 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 3, 5, weet ik veel wat. Dat is überhaupt niet aan de orde. Laten we beginnen bij het begin. Als je iets over homoseksualiteit wilt weten, dan ga je gewoon naar Genesis. God schiep de mens, man en vrouw schiep hij hen. En wat was de opdracht? Vermenigvuldig u. Klaar. Ik zie nergens dat God gezegd heeft, ja, maar dat kan ook anders. Maar vraag je af, durf jij er vooruit te komen als heel je werk? Als je zegt, nee, het kan niet. Durf je dat dan? Of zeg je dan, want dan verloochen je de Heer. En denk niet dat je neutraal kan blijven. Die tijd is voorbij.
bereid je dan voor op de zegen. Zalig zij die vervolgd worden om de naam van Jezus. Hè? Als we het dan toch over Matthäus hebben. Hi Wilbert. How are you? Zalig zijn zij, dat is Matthäus 5 vers 10. Okay. En ik wil je hiermee zegenen. Bless you. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u mensen, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. De profeten die de waarheid spraken werden vervolgd. Gemarteld, gedood. Ben je er klaar voor? Zalig ben je. Je bent gelukkig. Wij zijn de gelukkigste mensen op aarde. Dus zie dat niet als nederlaag. De nederlaag is niet als je iets ergs gebeurt. De nederlaag is wanneer je het opgeeft. Wanneer je God kwijt bent. Want weet je wat het ergste is om niet in de hemel te zijn? Dat je dan zonder God bent. En wil je zonder God in deze wereld al zijn? Ik niet. Maar wanneer wij afwijken, wat er ook gebeurt, dan is verdriet, dan is ziekte, dan is dood zelfs. Hetzelfde dood kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Ben je er klaar voor? Ik weet niet wanneer we gaan. Ik weet niet of de bazuin klinkt. Ik weet niet of we nu allemaal opgenomen worden. Dat zou geweldig zijn. Dat heb ik het liefst, dat we allemaal tegelijk gaan. Maar ik weet het niet. Ben je nu klaar? Wanneer Jezus jou thuis haalt. Eén zucht, hè? Oet, laatste adem is weg. En dan is de dood geen vijand meer voor ons. Jezus heeft de dood overwonnen. Dat geloven we allemaal in de kerk. Maar wanneer iemand sterft, geloven we dan nog. Het is net of het dan allemaal weg is. Want dan hoor ik alle nabestaan, dit is het ergste. Oh, wat verschrikkelijk. Al zijn mensen 98, oh, wat verschrikkelijk. Dan zeg ik, prijs God, ik heb mijn wedloop gelopen tot het einde. En ik weet alleen dat ik dat kan zeggen, omdat ik weet dat Jezus mij vasthoudt. Geloof je ook dat hij je vasthoudt? Heeft hij je vast? Voel je je gekoesterd? Voel je je geliefd door God? Ik snapte niks van waarom God zoveel van mij houdt. Laten we God danken. Als jij dat ook hebt. Ik snap niet waarom God mij lief heeft. Waarom heeft hij mij overtuigd? Waarom kan ik het evangelie zien? Omdat hij me de ogen heeft geopend. Heeft hij jou de ogen geopend? Wees dan door het woord, zorg dat je in dat woord duikt, want dan kan je zien wat je te wachten staat, maar dat het een zegen is. Dat God je vasthoudt, dat je klaar bent, dat je ook niet bang hoeft te zijn, dat je het niet haalt. Bang, hè, dat je misschien te zwak bent, bang dat je misschien toch verloochent. Hij helpt je. Je hart, waar is je hart? Als jouw hart het diepste is van God, ik heb dat mijn hele leven gezien, al kende ik niet de hele Bijbel. He, al was ik nog onder invloed van een valse leer. Of van iets wat niet helemaal klopte met de Bijbel. De geest overtuigde me. En ik weet dat God me mijn hele leven geholpen heeft. Om op het pad te komen waar hij me hebben wil. Ben je op het pad? Geloof je dat je nu waar je nu bent. Welke situatie ook. Ben je waar God je hebben wil? Dan heeft hij nog steeds alles in de hand. En ik kan je vertellen, hij heeft het in de hand hoor. Ook al denken we soms van niet. Want wij zouden nu. Is jouw oplossing voor vandaag? Of is de oplossing, God, vergeet niet, hè, God heeft oplossingen voor jouw leven, voor de eeuwigheid, die goed zijn voor de eeuwigheid. En voor de eeuwigheid is het niet altijd in je voordeel dat een probleem onmiddellijk verdwijnt. Want misschien zijn wij niet die uitzondering dat wij wel altijd sterk blijven, ook al gaat het goed met ons. De meeste mensen in de Bijbel niet hoor. Ze riepen tot God in hun nood en op het moment dat het goed ging, vergaten ze God. He, jullie zijn misschien wat sterker dan ik. Ik vertrouw mezelf niet. Ik zeg, Heer, geef mij alleen wat ik aan kan. En bewaar mij. Want ik ben wel sterk, maar ik vertrouw mezelf niet. Ik vertrouw alleen u. En laten we God daarvoor danken vanmorgen. Laten we hem eren. Met onze eigen woorden. Roep het uit. Doe eens even je ogen dicht. Zodat je even iedereen om je heen vergeet. En roep eens uit waarom je dankbaar bent. Roep eens uit. Laten we God nou eens aanbidden. Om wie hij is. Hoe hij jou ziet zitten. Wat een wonder. Wat een liefde. Is hij niet waard? Moet ik nog steeds op de wereld lijken? Of gaat de wereld kunnen zien dat ik een nieuwe natuur heb? Dat ik anders ben dan de wereld. Dat ik anders ben dan wie ik vroeger, dan mijn oude mens. Dat ik me anders kleed dan mijn oude mens.
Dat ik anders praat dan mijn oude mens. Dat ik andere dingen fijn vind dan mijn oude mens. Jesus, Jesus, Jesus. Christ Christa. Oh mijn God. Wie is aan u gelijk? Er is maar één God. En u wil ik aanbidden met heel mijn hart. U wil ik groot maken. Hoe kan ik u groot maken hier op aarde? Heilige Geest van God, aanbid met mij de Heer, de God van hemel en aarde. Deze God, de God van de Bijbel. Het levende en het geschreven woord. Zijn woord is leven. Oh, hoe vaak zijn we het niet eens met u? Hoe vaak lijkt uw woord zwaar, maar uw woord is goed. Uw woord is krachtig. En het is zo levend, het kan van een snijden. Alles wat weggesneden moet worden, uit het diepste van mijn hart. Dat is wat uw woord kan doen. Heer, ga uw gang met ons. Maak ons klaar. Help ons, Heer. Toets ons. Beproef ons, Heer, om te zien of we klaar zijn. Laat ons zien waar we staan voor u. Glory. Omdat u verder kunt werken in ons. En wij niet, Heer, hier naar de kerk komen als een gewoonte. Vergeef ons, Heer, als we in een sleur terecht zijn gekomen. Waarom komen we hier nog? Om door u gevoed te worden. Om u te aanbidden met ons hart. Ook al zingen we niet altijd liedjes, maar ons hart is van u. We kunnen u geen grotere eer bewijzen dan dat uw woord zichtbaar wordt in ons leven. Dat we een levende brief zijn, een levend getuigenis. Dat uw woord levend mag worden. Ook voor degenen die het niet willen horen. Ook voor degenen die niet willen aannemen. Wij spreken, Heer, zoals uw profeten gesproken hebben. Ook als niemand naar ze zou luisteren. Glory. Halleluja. Glory, glory. Allerhoogste Heer. Devil, you bow. Duivel, jij moet buigen. You bow. Jij moet buigen. Every devil bows. Elke duivel moet buigen. And Jesus is exalted. Jezus wordt verhoogd. Jesus has to be exalted. Jezus moet verhoogd worden. Exalt the Lord. Verhoog de Heere. Exalt the Lord. Verhoog de Heere. And devils bow. Duivels buigen. Devils bow. Duivels buigen. I said, devils bow. Ik zei, duivels buig. And Jesus is exalted. Jezus wordt verhoogd. He is the creator of all things. Hij is de schepper van alles. God in the flesh. God in het vlees. Justified by the Spirit. Gerechtvaardigd door de Geest. Preached in all the world. Gepredikt in de gehele wereld. Seen by angels. Gezien door engelen. Believed in all the world. Geloofd in de hele wereld. And was taken up in glory. En is opgenomen in heerlijkheid. We need him. Hem hebben we nodig. Young lady, you better stand in this church on your feet right now. Ga staan alsjeblieft. Stand on your feet in the presence of God. Ga staan, want God is hier. Stand on your feet in the presence of the Lord here. Ga staan in de aanwezigheid van God hier. If you can stand, stand up and worship God. Als je kunt staan, sta dan en aanbid de levende God. This is not something to play with. Dit is niet iets om mee te spelen. We are worshiping the only God here. We aanbidden hier de enige God. And he has to be worshipped. Hij moet aanbeden we worden. We must bow before him. Wij moeten buigen voor hem. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I'm not condemning that young lady. Ik veroordeel haar niet. I'm teaching her a principle. Ik ben haar een principe aan het leren. To stand in God's presence. Dat je staat in de aanwezigheid van God. He is God. Hij is God. Above all gods. Boven alle goden. Above the devil and his works. Boven de duivel en al zijn werken. And we better worship him like that. Laten we hem ook zo aanbidden. Time is running out. De tijd is bijna om. Don't play with your souls. Speel niet met je ziel. Shout unto God. Juich voor God, roep tot hem. I'm so sorry, Sister Shirien, if I talk like that to that young lady. Because it's time for us to bring correction to everywhere in this world. Het is tijd dat wij correctie brengen, overal in de wereld. Correction. Correctie. We will come out from among them. We gaan uit hun midden weg. Come out from the ungodliness. Ga uit het midden van de goddeloosheid. Come out from the worldly system. Kom uit het wereldse systeem. I don't know if I can finish this message now anymore.
Ik weet niet of ik de boodschap nog kan eindigen. You said a lot of good things. I wanted to step aside. Hallelujah. I wanted to step aside, I said. Ja, ik wilde opzij gaan. But I can't help it. Ik kan er niks aan doen. That you correct atmospheres, Marlon. Als je een bepaalde atmosfeer corrigeert. You don't go to a discotheque and go to the disc jockey and tell him play another music. Als je in een discotheek komt, ga jij niet aan de DJ zeggen dat jij bepaalt wat er gespeeld moet worden. You don't look at the uitsmijter at the door. Kijk niet bij de uitsmijter bij de deur. As soon as he shows up. Zodra die komt. Everybody respects. Heeft iedereen daar respect voor. Or they'll throw you out of the discotheque. Of je wordt eruit gezet. They are paid to do that. Daar worden ze voor betaald. Not only they have big bodies. Ze hebben een groot lichaam, ze zijn sterk. But they have an authority. Maar ze hebben ook gezag. In the devil's house. In het huis van de duivel. And they throw you out. Ze gooien je eruit. If you don't behave according to the atmosphere that is in there. Als je niet gedraagt volgens de regels en de atmosfeer die daar is. But now we come to the church. Maar zodra we in de kerk komen. The church of Jesus. De gemeente van Jezus. Is the most sacred thing on this earth. Is het meest heilige wat er is. And the most important organism. En het belangrijkste organisme. And it is owned by Jesus. En het wordt, hè, en Jezus heeft het in bezit. He owns it. Het is van hem. He bought the church with his blood. Hij heeft de gemeente gekocht met zijn bloed. Don't play in his house. En je moet niet spelen in zijn huis. And some preachers would not mind if you run around and not interested when they preach. I am not going to do that. En veel mensen die komen misschien en het interesseert ze niet wat er nou eigenlijk gepreekt is. Ze komen daar alleen maar om in de kerk te zijn. I'm not going to allow that. Dat, ik doe dat niet. You come here. Als je hier komt. You concentrate on God. Concentreer je op God. And you give your heart unto the word. En je geeft je hart over aan het woord. And you release your spirit into the spirit of God. En jij brengt jouw geest over in de geest van God. And you receive his word. Je neemt zijn woord aan. Or you may leave. Of je kunt weggaan. I don't really care. Maakt mij niet zoveel uit. I do not care. Maakt mij niet uit. Because the time to play is over. Tijd om een spelletje te spelen is afgelopen. It's over. Helemaal afgelopen. I'm very sorry. Het spijt me. We will have to give account of our lives. We zullen voor ons leven verantwoording moeten afleggen. Every word that we speak. Elk woord dat we spreken. Every idle word that man speaks. Ieder ijdel woord dat de mens spreekt. They will have to give account unto God. Daar zul je rekenschap voor moeten afleggen bij God. Every secret sin. Elke verborgen zonde. Every sin that is not confessed. Elke zonde die je niet beledigt. And renounce. En waar je mee ophoudt. Will send us to hell. Daarvoor gaan we naar de hel. It's not only gay people in the church. Preachers are gay now. Niet alleen homoseksuelen in de kerk, maar ook predikers zijn homo. And lesbians are preaching the Bible. Lesbiennes preken. And some places you ordain them. En in sommige plaatsen worden ze ook ingezegend. It's called end time. Dat noemen we eindtijd. Sodom and Gomorrah. Dat noemen we Sodom en Gomorrah. The days of Lot. De dagen van Lot. The days of Noah. De dagen van Noach. Are around us already. Zijn nu al overal. Amen. They're all around us already, I said. Ik zei, ze zijn nu al overal om ons heen. All over the place. Overal. Sin is going up to the nostril of God. De zonde komt God de neus uit. He's getting tired of it. Hij wordt het zat. And that's why judgment is coming. En daarom komt het oordeel. Wrath of God is coming. De toorn van God komt. And that's good to know. Dat is goed dat je het weet. Mm-hmm. Do you know how faithful our God is? Weet je hoe trouw onze God is? Now I want to get this message out of my heart because I'm wholly frustrated here. Nu wil ik de boodschap overbrengen, want ik heb zo'n beetje een heilige frustratie. Open your Bibles in 2 Corinthians 1. I got haste in my spirit here. 2 Korinthe 1. Open the Bible, please. Maak je Bijbel maar open. And say with me, God is faithful. En zeg, God is trouw. And I want to learn today. En vandaag wil ik leren. On the faithfulness of God. Over hoe trouw God is. Give me a chance now. The faithfulness of God Almighty.
De betrouwbaarheid of de trouw van God. These scriptures have been read already here. Deze schriftgedeelte hebben we hier al gelezen. So please look at 2 Corinthians chapter 1. Kijk maar in 2 Korinthe 1. Vers 17. I'm reading. When I therefore Paul speaking was thus minded, did I use lightness or the things that I purpose? Do I purpose according to the flesh? That with me there should be yes, yes and no, no. Met welk vers begin je? I said verse 17. Vers 17. That's what I said. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn de dingen die ik me voorneem, voornemens naar het vlees? Zodat het bij mij zou zijn ja, ja en tegelijk nee, nee. Now everybody read verse 18 out loud. 1, 2, 3, read. Maar God is getrouw. Ons woord tot u is niet ja en nee geweest. But as God is faithful. Maar God is getrouw. Our word, the apostle says. Ons woord, zegt de apostel. To the churches. Tegen de gemeenten. Was not yes and no. Is niet ja en nee geweest. Now please look at the 19th verse. Vers 19. I'm reading. For the Son of the living God, Jesus Christ, who was preached among you by us, the apostle said, even by me and Silvanus and Timothy, was not yes and no, but in him was yes. Want de Zoon van de levende God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, zegt de apostel, namelijk en door mij en door Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee. Maar ons woord is in hem ja geweest. Now everybody, verse 20 out loud please, to the glory of God, come. Vers 20 met z'n allen. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. How many have heard this passage of scripture here already? Hoeveel mensen hebben deze tekst hier al gehoord? Can I see your hand? Yep. How many have read it yourself? Wie heeft het zelf ook gelezen? How many have pondered on it? Wie heeft er een tijdje bij stilgestaan? Are you willing to learn about God's faithfulness today again? Ben je bereid om vandaag weer iets te leren over de trouw van God? How we can depend on Almighty God? Hoe we van God de Almachtige op aankunnen. How loyal he is. Hoe loyaal, hoe trouw hij is. All through his word. In zijn hele woord. All through the Bible. In de hele Bijbel. The faithfulness of God. Hoe trouw God is. And his promises. En zijn beloften. Are filling the pages of the Bible. Vullen de bladzijden van de Bijbel. What happened now, Hans? Hallelujah. What happened? All good. Go what on. Did I do wrong? Niks. Oh, I thought so. Do you know what preaching is? Weet je wat preek is? It's the most awesome thing on this planet. Ontzagwekkend. Yeah, get nervous. It's okay with me. Convicted in your souls today. Word me zenuwachtig. Word overtuigd dat in je ziel. Let the Holy Ghost hit you with conviction. Laat je raken door de Heilige Geest met overtuiging. And that you will never be satisfied with your growth. En dat je nooit tevreden bent met je groei van waar je nu bent. And that you will desire higher degrees of holiness in your lives. Maar dat je verlangt naar hoge niveaus in heiligheid. Have a seat quickly in the presence of the Lord. Ga snel zitten. I preach for years. Ik preek al jaren. Travel all over Holland. Door heel kriskras door Nederland geweest. To be honest, I don't want to go to churches anymore. Eerlijk gezegd wil ik niet meer naar al die kerken. Because I'm frustrated. Omdat ik gefrustreerd raak. With the structure that people have in church. Vanwege de structuur die je in de kerk ziet. Man-made structure. Structuur door mensen zo bedacht. And they give you away at the end the pulpit. En helemaal aan het eind van alles geven ze je de kansen. And all kinds of gimmicks are happening in church. Allerlei bewegingen, er gebeurt van alles en nog wat in de kerk. And the word comes all the way to the end. En het woord komt helemaal aan het eind. And they say, yeah, we believe in the beginning was the word. En dan zeggen ze, ja, we geloven, in het begin was het woord. And the word is God.
God. En het woord is God. And the word was with God. En het woord was met God. In the word is the life of God. In het woord is het leven van God. God and the word are the same. God en het woord zijn hetzelfde. We believe, preacher. Prediker, dat geloven we. That the word became flesh. Dat het woord vlees geworden is. And dwelt amongst us. En onder ons gewoond heeft. But we still want to sing for 2 hours. Toch willen we eerst 2 uur zingen. We got to prepare the hearts of the people to receive the Bible. Want we moeten de harten van de mensen bereiden voordat ze het woord kunnen ontvangen. And we must have the dancing and the flags in the church. En er moet gedanst en gevlagd worden in de kerk. Because we have to help the people in their emotions. Omdat we de mensen met hun emoties moeten helpen. And we determine the structure of the service. Wij bepalen de structuur van de samenkomst. And at the end we want to close the meeting with a benediction. En aan het eind willen we de dienst afsluiten met een zegenbede. The love of God, de liefde van God. The fellowship of the Holy Spirit, de gemeenschap van de Heilige Geest. The grace of the Lord Jesus, de genade van de Heer Jezus. Be with you all. Zij met u allen. Amen. Amen. The service is over. De dienst is afgelopen. Go have your coffee and your cookies. Ga maar naar je koffie en je koekjes. Or go eat your pork. Of ga je varkensvlees maar eten? Go eat the way we can smell the food in the church. Ga maar eten. Ik kan het eten al ruiken in de kerk. And that's fellowship, of course. Dat is fellowship. And that is church today. En dat is kerk vandaag. It has been happening for ages. Dat gebeurt al eeuwen. And we don't change it. Wij veranderen het niet. Because we are afraid. Omdat we bang zijn. We will end up alone on an island like John. Dat we alleen eindigen op een eiland zoals Johannes. Some of you have a suspicious spirit right here. Sommigen van jullie hebben een beetje achterdochtige geest. A skeptic spirit is in this place. Er is hier een sceptische geest. And I rebuke it. Ik bestraf het. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I am called to be bold like this. Ik ben geroepen om zo vrijmoedig te zijn. I don't care if nobody invites me anymore. Kan me niks schelen, al nodigt niemand me nog uit. They don't put bread on my table. Zij zetten niet het brood voor mij op tafel. It is God who provides for his servants. God is degene die zorgt voor zijn dienstknechten. Ja. Yeah. Years ago. Jaren geleden. A man of God went to Africa. Ging een man van God naar Afrika. Very big church in London. Grote kerk in Londen. I never forget his story. Ik vergeet zijn verhaal ook nooit. He was a missionary. Hij was een zendeling. He preached his heart out in Africa. Hij preekte met alles wat in hem is in Afrika. Came back to England. Kwam terug naar Engeland. And he was preparing himself for the Sunday service. Hij bereidde zich voor de zondagsdienst. He went in the woods. Hij ging de bos in. With his Bible. Met zijn Bijbel. And his notepad. En zijn notitieboekje. He prayed. Hij bad. And seeking God. Was God aan het zoeken. What are we going to do in the church service, Lord? Heer, wat gaan we vandaag in de kerkdienst doen? So he took out the notepad. Pakte zijn notitieblok. After his little prayer. Na zijn korte gebedje. And he started to put the whole service on the piece of paper. Hij begon de dienst uit te schrijven. What he thought. Hoe hij dacht. What God wants to do in the service. Wat God wil doen in de samenkomst. And way at the end. Helemaal aan het eind. He put 2 Corinthians 13, 14. Zet hij 2 Korinthe 13, vers 14. You people better read the Bible because I told you I'm gonna press on and lift the levels. Ik zei jongens, not gonna come here and give baby food. No, I don't want. Ik heb gezegd jongens dat jullie je Bijbel moeten lezen, want ik heb gezegd dat we verder gaan. We gaan naar hoger niveaus. We moeten groeien. I'm not gonna drop the level. I'm gonna lift it up. Ik ga het niveau niet laten zakken. Ik ga het juist nog sterker maken. At the end of the paper. Aan het eind van het papier. He put 2 Corinthians 13, 14. 2 Korinthe 13, vers 14. Which is the benediction, so called. Dat is de zogenaamde zegenbede. The love of God. De liefde van God. The grace of our Lord Jesus Christ. De genade van de Heer Jezus Christus. And the fellowship of the Holy Ghost. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Be upon you. Zij met u allen. Nowhere you see that God wanted a church service to end with that. Nergens staat in de Bijbel dat je een kerkdienst daarmee moet eindigen. It was a prayer. Dit was een gebed. Of the apostle Paul. Van de apostel Paulus. Way at the end of 2 Corinthians. Helemaal aan het eind van 2 Korinthe. The 13th chapter. Hoofdstuk 13. The last chapter.
chapter of Corinthians. Laatste hoofdstuk van Corinthians. Way at the end. Helemaal aan het eind. And I have learned. En ik heb geleerd. To search the scriptures. De schrift te onderzoeken. Why is it all the way to the end? Waarom staat dat helemaal aan het eind? Why way at the end he talks about the love of God. Waarom praat hij helemaal aan het einde over de liefde van God? And the divine grace of the Lord Jesus. En die goddelijke genade van de Heer Jezus. And the communion of the Holy Ghost. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Why does he end the book with it? Waarom eindigt hij het boek daarmee? Because the Corinthian church was a mess. Omdat het zo'n zootje was in de gemeente van Korinthe. A whole mess. Het was een grote puinhoop. With so many sins. Met heel veel zonden. Corinthians. Korinthe. Especially the second chapter. Vooral het tweede hoofdstuk. And the Bible says. De Bijbel zegt. He brings that way at the end. Hij komt daarmee helemaal aan het eind. Because he was actually saying. Eigenlijk zei hij. After you do all that God says. Nadat je alles doet wat God zegt. Then you can experience his love. Dan kun je zijn liefde ondervinden. And then you can know the grace of the Lord Jesus. Dan kun je de genade van de Heer Jezus kennen. And then you can have communion with the Holy Ghost. En dan kun je gemeenschap met de Heilige Geest hebben. Before that, daarvoor you don't have it. Heb je dat helemaal niet. But people end a church service with it. Maar en mensen eindigen er nu een kerkdienst and mee. This man in the woods, deze man in de bossen. Put the 2 Corinthians 13, 14, at the end of his church service. Hij kwam ook aan het eind van zijn kerkdienst met 2 Corinthe 13, vers 14. And then the Spirit of the Lord, en de geest van de Heer, convicted him, overtuigde hem, and told him this. En zei tegen hem, so you mean, Holy Spirit spoke to him, so you mean we are coming at the end of the church service? Dus de Heilige Geest zei tegen hem, oh, dus wij komen aan het eind van de dienst erbij? So you mean me, the Holy Spirit? Dus je bedoelt dat ik, de Heilige Geest, God, the Holy Ghost, God, de Heilige Geest, which many claim to have, but they don't have him, waarvan velen beweren dat ze hem hebben, terwijl ze hem helemaal niet hebben, which many heard his name, but they don't experience his power. Veel mensen hebben wel zijn naam gehoord, maar zijn kracht ondervinden ze helemaal niet. You mean we are coming at the end of the church service? Bedoel je dat wij aan het eind van de kerkdienst komen? Then the Lord says. Toen zei de Heer. The Spirit said. De Geest zei. If you put me at the end of the church service. Als je mij aan het eind van de kerkdienst zet. I'm not going to come. Kom ik helemaal niet. So you do it yourself. Doe het dan helemaal zelf. He took the paper. Nam dat papier. This pastor. Deze voorganger. And he broke it to pieces. Scheurde het in stukken. Throw it in the bush. In the bush. En gooide het in de bosjes. And he changed the whole church service. En veranderde de kerkdienst. He said we're going to put the word of God first. Hij zei we komen eerst met het woord van God. And then the manifestation of the Spirit will follow. En dan zal de manifestatie van de Heilige Geest volgen. There is no way to build up the church today. Ook vandaag kan je echt niet de gemeente bouwen. With little word. Met zo'n klein beetje woord. We got to maximize the word. Het woord moet juist veel meer worden. We got to lift up the banner of the word of God. We moeten de banier van het woord van God opheffen. There's nothing better than the word of God. Er is niets beters dan het woord van God. Don't you see how many nations rise and nations fall? Zie niet hoeveel volken opstaan en volken vallen? Don't you see how many kings came and kings are gone? Zie niet hoeveel koningen gekomen zijn en weer weg? All the evil kings in the world. Alle slechte koningen in de wereld. I preached to you on a Friday. Ik heb een keer op vrijdag gepreekt. In the book of Jeremiah. In het boek Jeremia. How a king burned up the manuscript that Jeremiah spoke about. Hoe een koning de boekrol die waar op stond wat Jeremia gezegd had en hij verbrandde die boekrol. I'm gonna see if you do your homework. How many remember that message? Herinner je die boodschap nog? How many went and listened to it if you were not there? En als je niet bij was, wie heeft er daarna nog naar geluisterd? So you can keep up. Dan kun je het bijhouden. To the pace in this church. Het tempo in deze gemeente. Are you interested on those messages? Ben je geïnteresseerd in die boodschappen? Do you see the seriousness? Zie je hoe serieus het is? In the promises of the Bible in your life. De belofte voor jou in de Bijbel. Jeremiah was locked up.
Jeremia zat opgesloten. In a prison. In een gevangenis. And he, Baruch came to him. En Baruch kwam bij hem. And he just spoke out the word of the Lord. Hij sprak het woord van de Heer uit. He spoke the prophecies. Hij sprak de profetieën uit. That God gave the prophet locked up in a prison. Die God aan die profeet gaf terwijl hij opgesloten zat in de gevangenis. En Baruch took those messages, nam die boodschappen. And had his assignment, hij had een opdracht. To write them down, hij moest het opschrijven. As the word of God. Als het woord van God. Baruch was promoted because of that. En daarom kregen we Baruch promotie. The king said, de koning zei, I ridicule that word. Oh, ik bespot dat woord. And he ended up dead. En uiteindelijk is het zijn dood geworden. He ended up dead, I said. Ik zei, uiteindelijk is hij eindigde dood. And God judged him and his family. God heeft hem en zijn familie veroordeeld. No one can play and come against the power of God's word. Niemand kan een spelletje spelen en tegen het woord van en de kracht van God ingaan. Try it, you'll see. Probeer maar en je zult het zien. You put your life in problems. Dan breng jij jezelf in problemen. He who despises the word of God. Wie het woord van God veracht. Shall be destroyed. Zal vernietigd worden. But he who fears the commandments of God. Maar wie de geboden van God vreest. Shall be rewarded. Die zal beloond worden. Wake up and say amen. Wakker worden. Amen. He threw the manuscript in the fire. Hij gooide dat manuscript of de boekrol in het vuur. Don't. Look at me like that. Je hoeft niet zo naar me te kijken. Because maybe people are not throwing it in the fire, throwing the Bible in the fire. Misschien gooien nu mensen niet letterlijk de Bijbel in het vuur. But they play with it. Maar ze spelen er wel mee. They're ashamed of it. Ze schamen zich ervoor. They're not receiving it. Nemen het niet aan. With joy. Met blijdschap. Of the Holy Ghost. Van de Heilige Geest. They don't see the word as their only power to make heaven. Ze zien niet het woord als de enige macht om in de hemel te komen. God said, oh, yeah? God zei, oh ja. You throw my word in the fire? Je gooit mijn woord in het vuur. I'll use Jeremiah to write another one. Ik gebruik Jeremia om het nog een keer op te schrijven. And you're going to die. En jij zult sterven. That's my God. Dat is mijn God. I love my God for that. En daarom hou ik van mijn God. Don't despise the word. Veracht of verwerp het woord niet. In your life. In jouw leven. If you do. Doe je dat wel? You'll get cursed. Kom je onder een vloek. Because you won't get blessed by that. Want dan word je niet door gezegend. You won't get blessed. Je wordt niet gezegend. Everybody who despises the word of God is destroyed. Ieder die het woord van God verwerpt, die wordt vernietigd. But those who fear the commandments. Maar wie de geboden vrezen. Shall be rewarded. Die worden beloond. We need more than ever. Meer dan ooit. To understand and recognize the faithfulness of God. Moeten we begrijpen en ook erkennen hoe trouw God is. Everybody do put your hand like this quickly. Doe je handen zo. And do this. What am I saying? Wat zeg ik? Pull the message out of me. Trek de boodschap eruit. Pull it out. Trek hem eruit. Do it again. Pull it out. Come. Trek hem eruit. Ja. Yeah. Go to 1 John 2:25 quickly. 1 Johannes 2 vers 25. The church of Jesus. De gemeente van Jezus. Can never be built up strong. Kan nooit sterk worden opgebouwd. Until we acknowledge. Als we niet erkennen. The faithfulness of God. Hoe trouw God is. How loyal God is. Hoe loyaal God is. To his name. Aan zijn naam. And to his word. En zijn woord. We can depend on him. We kunnen op hem rekenen. Halleluja. He says in 1 John 2:25. Hij zegt in 1 Johannes 2 vers 25. Everybody read it out loud please. Allemaal hardop alsjeblieft. 1, 2, ja. Come on. Dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. That's a promise. Dat is een belofte. I think the most important one. En ik denk dat dat het belangrijkste in is. In all the thousands of promises in this Bible. Van alle duizenden beloften in deze Bijbel. Eternal life. Het eeuwige leven. Quality of life. Kwaliteit van leven. Abundant life. Overvloedig leven. Endless life.
Eindeloos. Endlessly blessed. Eindeloos gezegend. In the kingdom of God. In het koninkrijk van God. Promise. This promise I'll deal with today. Deze belofte wil ik het vandaag over hebben. When you look at the word promise, als je kijkt naar het woord belofte, it means divine proclamations. Dan is dat een goddelijke aankondiging. That God announces die God aankondigt to do his people good. Dat hij zijn volk goed doet. I have never in my life seen God lie. Ik heb God nog nooit van mijn leven zien liegen. I cannot blame him even for sickness. Ik kan hem zelfs ziekte niet kwalijk nemen. I can never say to God, why? Ik kan nooit tegen God zeggen waarom. The devil would like me to do that. Dat zou de duivel graag willen. Why are you wearing a glasses while you have so much faith? Waarom moet je een bril op terwijl je zoveel geloof hebt? Why did you have to have surgery in your body? Waarom moest je geopereerd worden? Which I had. Dat is mij overkomen. And that doesn't lower my faith in him. Dat heeft niks te maken met mijn geloof in hem. I have seen him heal people many times. Ik heb hem zo vaak mensen zien genezen. But I'm still human. Ik ben nog steeds mens. And the Bible says. De Bijbel zegt. That my body is going down. Dat mijn lichaam steeds verder achteruit gaat. Is biblical. Dat is Bijbels. Our outward man. Onze uiterlijke mens. Is perishing. Vergaat. But the inward man. Maar de innerlijke mens. Is being renewed day by day. Onze innerlijke mens die wordt dag na dag vernieuwd. I don't Halleluja. Care if I get criticized for shouting. You go ahead and criticize. Listen to what I say. Ik kan me niet schelen als ik kritiek krijg omdat ik zo schreeuw. Luister liever naar wat ik zeg. God is real, that's why I'm shouting. God is reëel, daarom schreeuw ik zo. He's not a man. Hij is niet een mens. You cannot get God in a lie. Je kunt God niet betrappen op een leugen. The devil is a liar. De duivel is een leugenaar. And many of us believe his lies. En velen van ons geloven zijn leugens. Some of you even when you open the Bible. Sommigen van jullie zelfs als je de Bijbel opent. He binds you up. Hij bindt je vast. With worries of life. Met je bezorgdheid. He flips your mind when you're reading the Bible. He, je laat je gedachten afdwalen als je de Bijbel leest. And before you know it, you put the Bible aside. En voordat je het weet, heb je de Bijbel alweer aan de kant gelegd. And you watch your phones. En kijk je wel in je telefoon. Oeps. God can never lie. God kan nooit liegen. He bound himself. Hij heeft zichzelf verbonden. With two unchangeable oaths. En twee onveranderlijke geloften. Read Hebrews 6, not now. Lees Hebreeën 6 maar eens. Niet I gave you that before. Heb ik je al eerder gegeven? From verse 13 down to 20. Vers 13 tot 20. Two immutable things. Twee onveranderlijke dingen. He bound himself. Daar heeft hij zichzelf aan gebonden. With two unchangeable oaths. Met twee onveranderlijke eden of geloften. That is impossible for God to lie. Dat het onmogelijk is dat God zou liegen. Even when my wife had two miscarriages. Zelfs toen mijn vrouw twee keer een miskraam had. I didn't blame God. Gaf ik God de schuld niet. I didn't blame God when my mother, my dad passed away. Ik heb God niet de schuld gegeven toen mijn vader overleed. When I was preaching for Jesus. Terwijl ik aan het preken was. I didn't blame God when my mom passed away. Ik dacht met God niet kwalijk dat mijn moeder overleed. And I couldn't go to her funeral. En ik niet naar de begrafenis kon. I didn't blame God when her father passed away. When I was in the plane going to Curaçao to Trinidad. Ik dacht met God niet kwalijk toen haar vader overleed. Terwijl ik op weg was in het vliegtuig naar Curaçao. I didn't blame God when I have a problem with my body. Ik neem het God niet kwalijk als er iets aan mijn lichaam mankeert. God cannot be blamed for nothing. We kunnen God nergens voor kwalijk nemen. We are to blame. Wij moeten onszelf kwalijk nemen. Adam and Eve is the blame. Adam en Eva is de schuld. The sins of the world is the blame. De zonden van de wereld zijn de schuldigen. Sin brings curses. De zonde brengt vloek mee. Disobedience brings curses. Ongehoorzaamheid brengt vloeken mee. Obedience brings blessings. Gehoorzaamheid brengt zegen. Righteous lives. Een rechtvaardig leven. Holy lives. Heilig leven. Will cause God to bless us. Maakt dat God ons zegent. And with his favor. En hij
He surrounds us with his favor. Omringt ons met zijn gunst. As a shield. Als een schild. Don't you ever blame God. Heb het hart niet dat je God beschuldigt. Not even in your thoughts. Niet eens in je gedachten. Rebuke it. Dat moet je bestraffen. I said rebuke it. Ik zei bestraf het. Put your right hand and say I rebuke it. Ik bestraf dat. God cannot lie. God kan niet liegen. I want you to turn to Titus 1 verse 2. Kijk even in Titus 2 vers 1. Remember my passage of 2 Corinthians chapter 1. En denk aan 2 Korinthe 1. Verse 20. Vers 20. All the promises of God. He, alle beloften van God. So many as they are, it says. He, zo vele beloften als er zijn. Are not yes and no. Zijn niet ja en amen. But they're yes and yes. Maar ja en ja. In him. In hem. To the glory of the Father. Tot eer van de Vader. Titus 1 verse 2. Titus 1 vers 2. Read it out loud, everybody. Allemaal hardop. In de hoop op het eeuwige leven. Dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen al beloofd heeft. He promised what? Hij heeft beloofd wat? Eternal life. Eeuwig leven. When did he promise it? Wanneer heeft hij dat beloofd? When did he promise it? He, al voor de eeuwen der tijden. Before the foundations of the world. Voor de tijden, of voor de grondlegging van de wereld. And at the right time. En op het juiste moment. What did he do? Op de bestemde tijd. Manifested his word. Heeft hij zijn woord. In het Engels begint hier vers 3 pas. Dan zie je het verband beter. Is het vers 3? Bij jullie is het 2. Is het vers 3? Ja, bij jou 3. En hij heeft op King James. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard. Komma. How? Hoe? Through preaching. Vers 3b. Door de prediking. So today I'm preaching. Dus vandaag preek ik on the promises of God. Over de belofte van God. I am preaching and teaching you. Ik preek en ik leer je. On the faithfulness of God. Over hoe trouw God is. You can never find a disloyalty in God. Je kunt niet zien, nergens zien hoe dat God ontrouw is. We can depend totally on him. Je kunt volkomen op hem rekenen. Anybody said amen? Amen. Can anybody say amen to that? Amen. Get back to 1 John 2:25. Nu weer 1 Johannes 2 vers 25. Move quick because I gotta move on. 1 John 2:25 says what again? Wat staat er ook weer? Dit is de belofte die hij ons gegeven heeft en die hij ons beloofd heeft. Het eeuwige leven. The promise is. De belofte is. Eternal life. Eeuwig leven. Where does it start? Waar begint dat? Right here. Hier. Eternal life. Eeuwig leven. Starts here. Begint hier. When the rich young ruler came to Jesus. Toen de rijke jongeling bij Jezus kwam. He asked the Lord on the street. Vroeg hij aan de Heer Jezus op what straat. What do I have to do? Hij zei: wat moet ik doen? To get eternal life. Om eeuwig leven te krijgen. What did the Lord answer him? Wat antwoordde de Heer hem? He gave him. Did you obey these commandments already? Hij gaf hem: hey, heb je deze geboden al gedaan? I'm not gonna spoon feed you again. Ik ga het je niet weer inlepelen. I just quote the thing. Ik citeer het gewoon. Jesus gave him all the commandments. Did you do these commandments already? Jezus gaf hem al die geboden. Heb je al deze geboden al gedaan? He said, yeah, I did all. Hij zei ja, hoor, allemaal. From when I was a little boy. Van kleins af aan al. But he didn't realize. Maar hij besefte niet. That Jesus doesn't need no one to tell him anything about no one. Dat Jezus niemand nodig heeft om hem ook maar iets over iemand te vertellen. For he knows exactly what is living in every man. Hij weet precies wat er in ieder mens leeft. So he was able to see. Dus hij kon zien. Deep into the heart of that young man. Diep in het hart van de jonge man. With all his money. Met al zijn geld. With all his career. Met zijn hele carrière. With all his fortunes. En met al zijn fortuin. He still had an area. Was er toch een gebied in zijn in leven. His life. That he was not willing to give up. Wat hij niet wilde opgeven. His riches. Zijn rijkdom. Was more important than Jesus. Waren voor hem belangrijker dan Jezus. Come on, sister Shirien. Pull the message out. Do it again. Do trek it again. De boodschap eruit. Come on, sister Shirien, help me. Trek hem eruit. No matter what you feel. Wat je ook voelt. Pull the message je out. Je trekt de boodschap eruit. Ik wil het ontvangen. Jesus said. Jezus zei.
Go sell everything you got. Ga alles maar verkopen wat je hebt. Give it to the poor. En geef het aan de armen. Pick up your cross. Neem je kruis op. And then you can follow me. En dan kun je me volgen. And then you can have eternal life. En dan kun je dus eeuwig leven hebben. The Bible says, de Bijbel zegt. His whole countenance became sad. Zijn hele blik werd droevig. Because Jesus touched his riches. Omdat Jezus aan zijn rijkdom kwam. His euros. Zijn euro's. And he walked away from eternal life. Hij liep weg van het eeuwige leven. It was not the money. Het was niet het geld. It was not the riches. Het was niet de rijkdom. That was the problem. Dat was het probleem niet. It was his unwillingness. Maar dat hij niet bereid was. To give it up. Het op te geven. And make Jesus as more important than all his money. En Jezus belangrijker te maken dan al zijn geld. And that's what's happening to many people around us today. En dat gebeurt met heel veel mensen om ons heen vandaag. The devil is masterminding them. De duivel neemt hun hele gedachten, hun hele denkwijze over. To go after the things of the world. Hij programmeert ze om achter de dingen van de wereld aan te gaan. After their education. En een opleiding. Money. Geld. Career. Carrière. Materialisme. And then he'll kill them down. Take them to hell with him. En intussen maakt hij ze af en neemt hij ze met hem mee naar de hel. I talk about hell, I don't care. Ik praat over de hel hoor, kan mij niet schelen. You know that the promise of eternal life goes very deep. Weet je, de belofte van het eeuwig leven gaat heel diep. It has to start here. Het moet hier al beginnen. As a quality of life. Als een kwaliteit van leven. It has a prijskaartje erbij. Maar er hangt een prijskaartje aan. Let me show you what I mean. Ik zal je laten zien. Quickly in 2 Corinthians 4. I'm right here in 2 Corinthians now. In 2 Korinthe 4. Aha, go quickly. I cannot bring Brinta anymore. I never brought Brinta actually. Ik kan niet met babyfood komen. Come, let's go quickly, 2 Corinthians 4. Kom, laten we snel gaan. 2 Korinthe 4. Verse 10. Vers 10. 11 and 12. 11 en 12. Look at it in your Bibles. Kijk mee in je eigen Bijbel. Paul the Apostle said, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Translate that quickly. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. The dying. Het sterven. The dying to self. Sterven aan je ik. The dying to selfishness. Sterven aan je zelfzucht. And self-love. En je eigen liefde. And self-exaltation. En jezelf willen verhogen. And self-righteousness. En je zelfrechtvaardiging. Self must die. Zelf en ik moet sterven. I'm reading again. Ik lees nog een keer. 2 Corinthians chapter 4. 2 Korinthe 4. This is a picture of the real eternal life right here down here. Dit is hier een beeld van het eeuwige leven hier op aarde. Always bearing about in the body. Altijd in het lichaam meedragen. The dying of the Lord Jesus. Het sterven van de Heer Jezus. And only then. En op dat betekent pas dan. That the life also of Jesus. Op dat dan ook het leven van Jezus. Might be made manifest today. Vandaag openbaar kan worden. In our body. In ons lichaam. Vers 11. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake. Want wij die leven, hier nu, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. And only then. En alleen dan. That the life also of Jesus. Opdat dan ook het leven van Jezus. Might be made manifest in our mortal flesh. Openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. That's eternal life starting right here. Dat is eeuwig leven wat hier al begint. That's when you get life. Dat is als je leven krijgt. When you die. Als jij sterft. When you die to sin. Als je sterft voor de zonde. When you die to the things of the world. Als je sterft voor de dingen van de wereld. When you die with him. Als je sterft met hem. When you mortify by the spirit the deeds of your body. Als jij door de geest de werken van je lichaam doodt. Verse 12 says. Vers 12. So then death works in us. Zo is dan de dood werkzaam in ons. But life in you. Maar het leven in u.
God has manifested His faithfulness to us. God heeft zijn trouw aan ons geopenbaard. As I said, all through the Bible. Zoals ik al zei, in heel de Bijbel. We can see God manifesting His promises. Kunnen we zien hoe God zijn belofte openbaart. His covenant promises. De belofte van zijn verbond. His faithfulness. Zijn trouw. To keep his covenant. Dat hij zich aan het verbond houdt. That he will never lie. Dat hij nooit liegt. And he releases the promises. En hij komt met de belofte. Upon those who respond to the covenants. Over degene die reageren aan dat verbond, op dat verbond. Every promise of God. Elke belofte van God. Has obedience connected to it. Is gekoppeld aan gehoorzaamheid. Not one of the promises of God. Geen van de beloften van God. Has ever failed. Heeft ooit gefaald. And will never fail. En zal ook nooit falen. Not one. Niet één. Care who says what. Maakt niet uit wie wat zegt. God said his promises will never change. God zegt dat zijn beloften nooit zullen veranderen. He keeps them. Hij houdt zich aan zijn beloften. For the faithful ones. Voor degene die trouw zijn. To those who bind themselves in covenant with God. Voor zij die zich ook aan God verbinden met dat verbond. Not to everybody. Is niet voor iedereen. Eternal life. Eeuwig leven. What a promise. Wat een belofte. I'm not talking about life in heaven. Ik heb het niet over leven in de hemel. I'm talking about the quality of life that starts here. Ik heb het over de kwaliteit van het leven dat hier al begint. That's what the rich young ruler thought Jesus had. Dat dacht de rijke jongeling wat Jezus had. He saw that on Jesus. Dat kon hij zien aan Jezus. He was not talking about living forever. Had hij niet voor eeuwig blijven leven. Which is true. Dat is ook waar. But he saw the quality of life. Hij zag de kwaliteit van leven. On Jesus Christ. Aan Jezus Christus. And he wanted that. Dat wilde hij. And he was not ready to obey. Maar hij was nog niet klaar om te gehoorzamen. To have that life. Voor dat soort leven. The misery that people live in today. De ellende waar mensen vandaag in leven. The needs of man. De nood van de mensen. The prayer that people need in every church service. Het gebed wat mensen nodig hebben in elke kerkdienst. The counseling. De counseling. The marriage problems. Alle huwelijksproblemen. In this world. In deze wereld. The single mamas. Alle alleenstaande moeders. That has to raise their children. Die hun kinderen alleen moeten opvoeden. Because some crazy man don't want to serve God. Omdat een of andere gekke kerel God niet wil dienen. Did you hear what I said? Hoor je wat ik zei? Jesus said in John 17:3. Everybody look at it. Jezus zei in Johannes 17 vers 3. Can you please stay in 2 Corinthians 1:20? En hou je hand bij 1 Korinthe 2 vers 20. I gotta do my best to finish this thing now today. Come. John 17:3. Johannes 17 vers 3. You should know this verse by heart. Dit moet je eigenlijk uit je hoofd kennen. All of you. What does it say? Wat staat er ook alweer? Read it out loud. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. There are verses that a preacher cannot repeat. Er zijn bepaalde versen die een prediker niet kan herhalen. There are verses, Sister Sinaida, er zijn every versen Christian should know. Die elke christen gewoon zou moeten weten. Especially this one. Vooral deze. This is life eternal. Dit is het eeuwige leven. What is it? Wat dan? That they may know God. Dat je God kent. Really know him. Hem werkelijk kennen. And his son Jesus Christ. En zijn zoon Jezus Christus. You still have to write that down? Ja, in de context. And let me preach. You still have to write that verse down? Moet je het nog steeds opschrijven? You should know it. Dat weet je toch wel? Because it is the prayer of Jesus. Want dit is het gebed van Jezus. You should know that verse by heart. Dat vers moet je uit je hoofd kennen. And you should be seeking to know God. En je moet erop uit zijn, dan naar zoeken om God te kennen. And to know the Lord Jesus. De Heer Jezus te kennen. And then you have life. Dan heb je leven. Eternal life. Eeuwig leven. Which starts here and now. Wat hier en nu begint. Life. Leven. The name Zoe. De naam Zoe.
Eternally blessed. Eeuwig gezegend. In the kingdom of God. In het koninkrijk van God. When I say that, als ik dat zeg. The Holy Spirit just reminded me something. Brengt de Heilige Geest me iets te binnen. I need a lot of money. Ik heb veel geld nodig. I need to pay my bills just like everybody. Ik moet mijn rekening betalen, net als iedereen. I need to feed my family. Ik moet mijn gezin eten geven. I need to pay the bills. Ik moet de rekening betalen. Gas has to go in the car. Hè, er moet benzine in de auto. I've never seen a country where you gotta pay for so much things like Holland. Ik heb nog geen land gezien waar je voor zoveel dingen moet betalen als you in Nederland. You gotta pay tax for a dog. En je moet belasting betalen voor een hond. In some countries the dog just run all over the street and in sommige landen lopen de honden gewoon overal. And everybody owns those dogs. En de honden zijn van iedereen. And nobody's paying tax for a dog. Niemand betaalt belasting voor een hond. I've never seen a country where they feed the dogs more than people. Ik heb nog geen land gezien waar ze honden meer te eten geven dan mensen. Where people walk with a dog and got angry when you see the dog coming and you're preparing that the dog don't bite you. Mensen lopen rond met de hond en ze worden boos op je als je probeert weg te duiken als die hond op je afkomt. Where you gotta pay to breathe the fresh air. Waar je belasting moet betalen voor de lucht. You gotta pay to breathe fresh air. Je moet belasting betalen om frisse lucht in te ademen. In some countries you don't have to pay nothing. In sommige landen betaal je niks. There are countries you don't. The church doesn't pay no tax. Er zijn landen waar de kerk geen belasting betaalt. Here they eat me down with tax. Hier hè, en willen ze veel belasting. When my wife tells me what we are paying. Als mevrouw betaalt, vertelt wat we moeten betalen. All I can say is praise the Lord. Prijs de Heer. Because if I worry, I'm against God. Want als ik me bezorgd ga maken, ben ik tegen God. God is so faithful. God is zo trouw. You go study His faithfulness in the Bible, you get drunk. Als je in de Bijbel gaat bestuderen hoe trouw God is, word je er gewoon dronken van. And if you really love him, als je hem werkelijk lief hebt, when you look at his promises, dan kijk je naar zijn belofte. You find not one has ever failed. Dan zie je dat geen enkele belofte God gefaald heeft. He keeps them. Hij houdt zich aan zijn belofte. And all you can do is fall like a dead person on the ground and worship him. Het enige wat jij kan doen is als dood neervallen en hem aanbidden. Yeah. Halleluja. Oh, Jesus, help me. A verse like John 17:3. Een vers als Johannes 17, vers 3. You need to look at it. Dan moet je naar kijken. You need to write it down again. Moet je weer opschrijven. You should be dreaming it. Dat moet je kunnen dromen. Uh-huh. Even if I don't preach it. Ook als ik het niet preek. Eternal life. Eeuwig leven. Is a very serious thing. Is iets heel serieus. It's not milk. Is geen melk. As I can prove to you. Want dat kan ik bewijzen. In this message. In deze boodschap. Because when we study eternal life. Want als we dat eeuwig leven bestuderen. And God promised it. En God heeft het beloofd. He announced it. Heeft het aangekondigd. For mankind to have it. Zodat opdat de mens dat zou hebben. Especially those who decide, I'm going to know and obey God. Vooral degenen die besluiten, ik wil God kennen en hem gehoorzamen. And I'm going to know Jesus and obey Jesus' commandments. En ik zal Jezus Christus leren kennen en zijn geboden doen. When you look at eternal life. Als je kijkt naar eeuwig leven. In this Bible. In deze Bijbel. Connecting it to the faithfulness of God. En je koppelt dat aan hoe trouw God is. In His promises. Wat betreft zijn belofte. And we saw that the eternal life is a promise. En we hebben gezien dat het eeuwig leven een belofte is. And it has to be here now. En dat moet nu en hier al zijn. Where you are experiencing His blessings running after you and overtaking your life. Waar je ervaart hoe zijn zegeningen je achtervolgen en je inhalen. You are blessed in everything. Je bent overal in gezegend. Millionaires ask me. Miljonairs vragen naar mij. Tell us what you do. Zeg ons wat je doet. Because the way you live. Want de manier waarop jij leeft. People will think you don't need no money. Kunnen mensen denken dat jij geen geld nodig hebt. Let me tell you honestly, I don't need nobody's money. Eerlijk zeggen, ik heb niemand zijn geld nodig. Including yours. Ook jouw geld niet. I don't seek your money. Ik ben niet uit op je geld. I'm seeking your spiritual welfare. Ik ben uit op je geestelijke welzijn. What is money? Wat is geld?
It's about souls. Het gaat om zielen. Eternal salvation of souls. De eeuwige behoudenis van zielen. I don't need nobody's money. Ik heb niemands geld nodig. I live to see that. Ik zie dat. I lived long enough to see that God wants me to do that. Ik heb ben lang genoeg in leven om te zien dat God dat wil. When you look at eternal life in this Bible, als je kijkt naar eeuwig leven in deze Bijbel, you will see a contrast. Dan zul je een contrast zien. With eternal judgment. Met het eeuwig oordeel. Ja. Wow. Eternal life. Eeuwig leven. I'm speaking on that today. Daar spreek ik vandaag over. When we have to look today in the word. Als wij vandaag moeten kijken in het woord. In the areas where eternal life is contrasted with eternal judgment. Op het gebied waar het eeuwig leven in contrast staat met het eeuwig oordeel. Ja, I want you to say that with me. Zeg dat maar. Eternal life. Eeuwig leven. Is contrasted with. Staat in contrast met eternal judgment, eeuwig oordeel and rejection, en verwerping. Where God will reject us, waar God ons zal verwerpen. If we don't walk with him properly. Als wij niet goed met hem wandelen. I'm serious about this, I tell you. Dit neem ik heel serieus. Go with me to Mark 9. Kijk maar in Marcus 9. Ja. Quickly, Antje. Yep. I'm there. Mark chapter 9. Marcus 9. Verse 43. Vers 43. All the way down to 50. Tot 50. And we're going to let Jesus talk. En we laten Jezus aan het woord. And not Mr. Vernon Davis. Niet meneer Vernon Davis. Or any preacher. Of een prediker. This is Jesus. Dit is Jezus. And when Jesus is speaking. En wanneer Jezus spreekt. We better listen to him. Moeten wij naar hem luisteren. Are you ready to listen to this? Ben je klaar om hiernaar te luisteren? He said here, hier zegt hij. If your right hand causes you to sin, als je hand doet struikelen of doet zondigen. Cut it off. Als je hand je doet zondigen, hak hem dan af. Cut the thing off. Hak dat ding eraf. It is better for you to enter into life maimed than having two hands go to hell into the fire that shall never be quenched. Want het is beter voor u verminkt het leven in te gaan. Dan met twee handen heen te gaan naar de hel in het onuitblusbare vuur. Do you think God is talking to you also there? Denk je dat God het hier ook tegen jou heeft? I'm asking a question. Ik stel een vraag. Is he talking to you? Heeft hij het ook tegen jou? He's talking to everybody. Hij heeft het hier tegen iedereen. Make sure your hand. Zorg dat je hand. Is holy. Heilig is. That's why Moses had to deal with Aaron and his sons in the Bible. Daarom moest Mozes bepaalde dingen doen met Aaron en zijn zonen in de Bijbel. He had to take Aaron, the high priest. Aaron, de hoge priester. And his sons. En zijn zonen. And put blood on their hand. Hij moest bloed aanbrengen aan hun hand. Blood on their foot. En bloed aan hun teen of hun voet. Pour oil on Aaron's head. Hij moest ook olie uitgieten over Aarons hoofd. He had to cleanse them. Hij moest hen reinigen. By putting blood on their hand. Door bloed aan hun hand aan te brengen. They had to wash their hands and their feet at the laver in the tabernacle. Ze moesten hun handen en voeten wassen bij het wasvat in de tabernakel. Or they dropped dead. Zo niet vielen ze dood neer. That's the Bible. Dat is de Bijbel. And Jesus comes now. En nou komt Jezus. And I'm speaking on eternal life. En ik spreek over eeuwig leven. The promise of God. De belofte van God. That starts today and now. Die vandaag en nu begint. But Jesus is warning us. Maar Jezus waarschuwt ons. For judgment. Ook voor het oordeel. For eternal judgment. Het eeuwige oordeel. And many do not want to preach this. Velen willen dit niet preken. And I will obey to preach it. Maar ik zal gehoorzaam zijn en het wel doen. Verse 44. Vers 44. He describes hell now. Nu beschrijft hij de hel. Where the worm does not die. Waar een worm niet sterft. And the fire is not quenched. En het vuur niet uitgeblust wordt. That's hell. Dat is de hel. And hell is a reality. En de hel is een realiteit. Hell is a reality. De hel is een realiteit. H
Hell is prepared. De hel is bereid. For Satan. Voor Satan. And his angels. En zijn engelen. Just keep listening. Blijf maar luisteren. Let me get. Don't do nothing yet, Anja. Please, don't do nothing yet. Wait just a moment. Got to preach God's word, even if I don't get famous. I don't care about no fame. Ik moet Gods woord preken, ook als ik daar niet beroemd om word. Can you please keep your hand at Mark 9? Hou je hand bij Marcus 9. Go to Psalm 9 quickly. En kijk even in Psalm 9. 9, Psalm 9. Psalm 9. Vers 15. No, wait. Let's go to 13. Vers 13, dat is bij ons 14. Psalm 9. Psalm 9. Are you all there? I can't hear you. Yeah. Have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble which I suffer of them that hate me. You that lift me up from the gates of death. Wees mij genadig, Heere. Zie mijn ellende aan mij aangedaan door wie mij haten. U die mij opheft uit de poorten van de dood. I'm reading on verse 14 that I may show forth all your praise in the gates of the daughters of Zion. I will rejoice in your salvation. Dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion, mij verheugen in uw heil. Now verse 15. Vers 16. The heathen. De heidenvolken. We are surrounded by the heathens. Wij zijn omringd door de heidenen. The heathenistic, paganistic rituals. Met de heidense rituelen. That the church even celebrates. Die zelfs de kerk viert. Every year. Elk jaar. As a custom. Als een gewoonte. As a tradition of man. Als een traditie van mensen. And I don't want to talk about all that now. Daar wil ik het nu niet over hebben. He says here, the heathen. De heidenvolken. Are sunk down in the pit. Zonken in het graf. Do of in we de believe put. The Bible? Geloven we de Bijbel? That they made in the net which they hid is their own foot taken. Dat ze maakten, hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden. Now verse 16. Vers 17. The Lord is known. De Heer is bekend geworden. By what? Waardoor? By the judgment which he executes. Hij heeft het recht gedaan. Hij heeft de rechtspraak gedaan. How many want to know God as a God of judgment? Hoeveel mensen willen God ook kennen als een God die recht spreekt? Or do you want to go down with the love of God for the rest of your life? Of wil je alleen maar meegaan met de liefde van God? The dangerous love messages. Die gevaarlijke liefdeboodschappen. That no matter what you do, God will forgive you. Dat het helemaal niet uitmaakt wat je doet. God vergeeft je no toch wel. No matter what you do, you'll make it to heaven. Maakt niet uit wat je doet. Je komt toch wel in de hemel. Just say Jesus and you'll get there. Zeg alleen maar Jezus en je komt er wel. The devils also believe. De duivels geloven ook. And tremble. Die sidderen. They don't obey God. Ze zijn niet gehoorzaam aan God. This is the word of God coming to you today. Dit is het woord van wat vandaag voor je komt. It's not a popular message. Dit is geen populaire boodschap. And I don't care. Maakt me niks uit. I really don't care. Echt niet. The heathen. De heidenvolken. Are sunk down into the pit. Zonken in het graf. That they made in the net which they hid is their own foot taken, verse 15. Dat zij maakten en hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden. Then the Lord says in verse 16. Dan zegt de Heer in vers 17. The Lord is known. De Heer is bekend geworden. By what? Door wat? By the judgment which he executes. Door het recht wat hij, het vonnis dat hij uitgesproken heeft. The wicked is snared in the work of his own hands. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. You see, the devil is deceiving so many, even in the church. Weet je, de duivel misleidt zoveel mensen, zelfs in de kerk. They don't realize. Ze beseffen niet. That most of the warnings given in the word of God. Dat de meeste waarschuwingen in het woord van God. Are not given to the sinners. Niet gericht zijn aan de zondaren. I said that before. Heb ik al eerder gezegd. And the Spirit leads me to say it again. En de Geest zegt me om het weer te zeggen. Most of the warnings. Meeste waarschuwingen. And teachings. En onderwijs. Given in this Bible. In deze Bijbel. Are given to the church. Zijn gericht aan de gemeente. I want to look
at verse 17 now. Even vers 18. And I want everybody to read it out loud. En met z'n allen hardop. Come read. De goddelozen keren terug naar de hel toe. Alle heidenvolken die God vergeten. Where are they going? Waar gaan ze naartoe? Say the word hell. Naar de hel. Say hell is a reality. De hel is een realiteit. And we better serve God properly. Laten wij God dienen zoals het hoort. So that we don't go there. Zodat wij daar niet komen. Read that verse out loud again. Nog een keer, hardop. De goddelozen keren terug naar de hel toe. Alle heidenvolken die God vergeten. Every nation. Elk volk that forgets God, die God vergeet, goes to hell. Wow, gaat naar de hel. That's what the Bible says. Dat zegt de Bijbel. Every dead religion in the world. Elke dode religie in de wereld. I'm not gonna mention their names. Ik ga geen namen noemen. I preached in those nations. Ik heb bij die volken gepreekt. With the dead gods. Met de dode goden. Where the mosquito can be a God. Waar een mug een God kan zijn. And grandmother can be in there. En oma kan er wel in zitten. And if you don't look out in our Pentecostal circles, people watch horoscope. En als je nou past, dan kijken mensen in onze Pinksterkringen en die kijken naar de horoscoop. And many other things going on. En van alles, van dat soort dingen. One sin brings the next. Van de ene zonde komt de andere ook. There is never only one sin in our lives. Er is nooit maar één zonde op zichzelf in ons leven. It's a package. Het is een heel pakket. When Saul disobeyed God, toen Saul ongehoorzaam was aan God, he was in rebellion. Was hij opstandig. Rebellion brought what? En rebellie bracht wat? Witchcraft. Toverij. Witchcraft brought what? Toverij bracht wat? Idolatry. Afgoderij. Idolatry brought what? Afgoderij bracht wat? Stubbornness. Koppigheid. In Saul's life. In Saul's leven. And the man went so far. De man ging zo ver. God said, I'm not listening to you no more. God zegt, ik luister niet meer naar je. No by prophets. Niet door profeten. No by the Urim. Niet door de Urim. Not by the Tumim. En de Tumim. You see, you don't even know what Urim and Tumim is. Come, keep listening. Je weet niet eens wat de Urim en de Tumim zijn. I'll teach you that one day, not now. Blijf maar luisteren, dan komen we het vanzelf tegen. They used to use that to talk to God. Dat gebruikten ze om van God te horen. And one was black and one was white. Eén was zwart, de ander was wit. And the priest had to have it with him. En de priester moest dat bij zich dragen. And when the people wanted to hear from God, als de mensen een antwoord van God wilden, the Urim turned black. Hè, dan hadden ze of de een was zwart en de ander was wit. And then God spoke. Dan had God gesproken. But welke eruit point is this. Mijn punt is. When Saul sinned, toen Saul gezondigd had. In disobedience to the word of God. In ongehoorzaamheid aan het woord van God. And God said, I'm sorry. En God zei, ik heb er spijt van. That I made Saul king. Dat ik Saul als koning gemaakt heb. And Samuel told him. Samuel zei tegen hem. You rebelled. Je bent opstandig. You disobeyed. Je bent ongehoorzaam. You rebelled. En opstandig. Now you're in witchcraft. Nou doe je aan toverij. Now you're in idolatry. En afgoderij. Now your head became like a mule. He, je kop is als een ezel geworden. You became stubborn. Je bent zo koppig geworden. And now you have iniquity together with it. En nu doe je ongerechtigheid. And witchcraft came in his life. En er kwam toverij in zijn leven. Because when God didn't want to talk to him no more. Want toen God niet langer met hem wilde spreken. Nor by prophet. Niet door een profeet. No, by Urim or Tumim. Ook niet door de Urim of de Tumim. He went to a witch. Ging hij naar een medium. And he wanted a witch to bring up Samuel. En hij wilde dat het medium Samuel zou oproepen. And Samuel rebuked him. Samuel bestraft hem. Why are you calling upon me now? Waarom roep je mij nu aan? You didn't obey God. Je bent niet gehoorzaam geweest aan God. A package of sin. Heel pakket met zonde. Hinders our life with God. Daardoor wordt ons leven met God gehinderd. I'm back in Mark 9 and I'm talking about hell. Ik ben terug bij Marcus 9 en ik praat over de hel. And if Jesus talks about hell, I'm going to talk about hell. Als Jezus over de hel sprak, doe ik dat ook. I have preached about heaven many times. Ik heb vaak over de hemel gesproken. But I'm not afraid to talk about hell. Maar ik ben niet bang om ook over de hel te spreken. Because the head of the church talked about hell. Omdat het hoofd van de gemeente ook over de hel sprak. The builder of the church talks about hell. Degene die de gemeente bouwt, praat over de hel. The cornerstone of the church talks about hell. De hoeksteen van de gemeente spreekt over de hel. And to be honest with you, eerlijk gezegd, many are on the way to hell.
Veel mensen zijn op weg naar de hel. Even the so-called Christians. Ook de zogenaamde christenen. That even prophesies. Die zelfs profeteren. That even cast out devils. Die zelfs duivels uitwerpen. They will hear the Lord say. Die zullen de Heer horen zeggen. Get away from me. Ga weg van mij. You worker of iniquity. Jij werker van ongerechtigheid. I don't know you. Ik ken je niet. Get out. Ga weg. And the Bible says here. De Bijbel zegt hier. In verse 45. In vers 45. If your foot causes you to sin. Als je voet je tot zonde. Cut the thing off. Doet zondigen. Hak het dan af. Better for you to enter life lame. Het is beter dat je kreupel het leven in gaat. Than having two feet to be cast into hell. Dan dat je met twee voeten geworpen wordt in de hel. Into the fire. In het vuur. That shall never be quenched. Dat niet te blus is. Our walk with God. Onze wandel met God. Our lifestyle. Onze levensstijl. Uh-huh. Where we go with his foot. Waar we met onze voeten heen gaan. Are we walking with God? Wandelen wij met God? Are we walking according to his word? Wandelen wij volgens zijn woord? Are we living godly lives? Leiden wij een godsvruchtig leven? Are we walking in the right ways? Wandelen wij op de rechte paden? Isn't it amazing he repeats again in verse 46? Niet verbazend, hè? Hij herhaalt het in vers 46. And he describes how hell is. Daar beschrijft hij weer hoe de hel is. Where the worm does not die. Waar een worm niet sterft. And the fire is not quenched. En het vuur niet uitgeblust worden. Why should we not talk about this? Waarom zouden we hier niet over praten? And make sure we don't go there. En zorgen dat we daar niet komen. 47. If your eye causes you to sin, he comes back again with the eye. Nou komt hij weer met het oog. Als het oog je doet zondigen. Pluck it out. Werp het dan uit. It's better to enter the kingdom of God with one eye. Beter het voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan. Than having two eyes to be cast into hellfire. Dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. And he repeats again. Hij herhaalt het weer. Verse 48. Vers 48. Read it so you can hear yourself read it. Read it. Lees het, dan kun je jezelf horen. Read it. Waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. And amazingly. En verbazingwekkend. He talks about. Tasteless salt is worthless now. Heeft hij het over zout dat zijn smaak verliest? Is waardeloos. In verse 49. In vers 49. And 50. En 50. For everyone. Want iedereen. Will be seasoned with fire. Zal met vuur gezouten worden. Every sacrifice. Ieder offer. Will be seasoned with salt. Zal met zout gezouten worden. I don't have the time to explain that in the depth. Ik heb niet de tijd om dat dieper uit te leggen. 50th verse. 50. Salt is good. That's us. Zout is goed. Dat zijn wij. That's your life and mine. Dat is jouw en mijn leven. But if the salt. Maar als het zout. If our lives. Als ons leven. Loses the aroma of Christ. Hè, de geur van Christus verliest. Loses the flavor. Hè, de smaak verliest. How will you season it? Waarmee moet je dat dan nog smakelijk maken? Have salt in yourself. Heb zout in jezelf. And have peace with one another. En leef met elkaar in vrede. Thank you, Lord, for the word. I believe in the faithfulness of God. Ik geloof in de trouw van God. My goodness, I believe that no church can be built up strong. Ik geloof dat geen enkele gemeente sterk kan worden opgebouwd. Until we all recognize the faithfulness of God Almighty. Als we niet eerst erkennen hoe trouw God de Almachtige is. And we acknowledge his faithfulness. En we zijn trouw erkennen. We see it in the word. We zien het in het woord. We see in 2 Corinthians 1. We zien in 2 Korinthe 1. Verse 20. Vers 20. That's the main verse of this message. Dat is de hoofdtekst van deze boodschap. It says this in the Living Bible, listen to it. Er staat dit in de Living Bible. He carries out and fulfills all of God's promises. Hij vervult en draagt en voert uit alle beloften van God. No matter how many of them there are. Ongeacht hoeveel dat er zijn. That means there are many. Dat betekent er zijn er heel veel. Thousands. Duizenden. Of promises of God. Beloften van God. Thousands. Duizenden. And not one of them fails. En geen van die beloften faalt. Uh-huh. All of them. Allemaal. Is yes. Zijn ja. He is faithful to all of them. Hij is trouw aan al die beloften. We hold on to every one of them. Wij houden vast aan al die beloften. And we see throughout the Bible. En in de Bijbel kunnen we zien. How God manifests his faithfulness to us as his people.
Hoe God zijn trouw bewijst aan ons, zijn volk. All through the Bible. In de hele Bijbel. And that's why I don't want to pray for everybody. Daarom wil ik niet voor iedereen bidden. Go and obey God. Ga gewoon God gehoorzamen. Bind your life to him. Verbind jouw leven aan dat van hem. And I don't even have to do huisbezoek. Hoef ik niet eens op huisbezoek te komen. I don't even have to pray and lay hands on you. Ik hoef niet te bidden en jou de handen op te leggen. Because you live in the promises then. Omdat jij dan leeft in de belofte. The Bible says. De Bijbel zegt. God blesses the righteous. God zegent de rechtvaardigen. And with his favor. En met zijn gunst. He surrounds them like a shield. Omringt hen als een schild. Is this going too long for you? Gaat het te lang voor jullie? How many say it's going too long? Wie zegt het wordt te lang? What did you do with your life during the week? Wat heb je deze week met je leven gedaan? Ik ben benieuwd. I wonder. Oh, Father, help us. 1 John 2:25. 1 Johannes 2, vers 25. Can you please read it in Dutch quickly, Antje? Ja. Come quickly, please. Ja. 2 Corinthians 1:20 is the main passage. 2 Corinthians 1, vers 20 is het hoofdtekst. We read it from 17 to 20. We hebben gelezen van 17 tot 20. That not one of God's promises. Dat geen van de beloften van God. Although there are thousands of them. Al zijn het er duizenden. They never fail. Ze falen nooit. Every one of them. Elk van die beloften. God is faithful. God is trouw. To release them upon our lives. En hij brengt ze in ons leven. 1 John 2:25. Read it out loud for me. 1 Johannes 2 vers 25. Dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Look at what John the Baptist says here in John 3. Kijk wat Johannes de Doper hier zegt in Johannes 3. Keep your hand at 2 Corinthians 1, please. En hou je hand bij 2 Korinthe 1. Look what John the Baptist says here. Kijk wat Johannes de Doper hier zegt. As he's preaching. Terwijl hij preekt. As he's exalting Jesus. Hoe hij Jezus verhoogt. In his life. In zijn leven. He came to the climax. Hij kwam tot het hoogtepunt. When he exalted Jesus. Toen hij Jezus verhoogde. He says in John 3. In Johannes 3 zegt hij. Verse 36, the very last verse. Vers 36, dat is het laatste vers. He says, he that believes on the Son of God has everlasting life. Hij zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. And he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Maar dan zegt hij ook, wie de Zoon van God ongehoorzaam is, of in het Engels staat, niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op the hem. The wrath of God. De toorn van God. Another subject, my sister. Nog een onderwerp. That many don't want to talk about. Waar velen niet over willen praten. The wrath of God. De toorn van God. You will never be popular if you preach about that. Je zult nooit populair zijn als je daarover preekt. You'll be criticized. Dan word je bekritiseerd. To be legalistic. Dan word je als wettisch bestempeld. To be a doom prophet. Dan ben je een doemprofeet. But John said. Maar Johannes zei. When he was exalting Jesus, toen hij Jezus aan het verhogen was, he must increase. Hij moet meer worden. And I must decrease. Ik moet minder worden. He said, hij zei, look at him. Je moet naar hem kijken. He told the multitude, hij zei tegen de menigte, look at him. Kijk maar naar hem. If you don't believe on him, als je hem niet gelooft, you have no life. Heb je geen leven. He that believes not, wie niet gelooft, is abiding under the wrath of God. Die blijft onder de toren van God. Believing Jesus, Jezus geloven, means obeying him. Betekent hem gehoorzamen. Not just shake our head, niet met je hoofd schudden. And say an amen even, en zelfs amen zeggen. But go through the word, maar ga door het woord. And see his commandments, zie zijn geboden. And respond to them, en doe er iets mee. The command of loving one another. Het gebod elkaar lief te hebben. How many have that? Hoeveel mensen hebben dat? The command to love even our enemies. Het gebod om zelfs je vijand lief te hebben. How many have that? Hoeveel hebben dat? The love to your neighbor. De liefde voor je naaste. How many have that? Hoeveel mensen hebben dat? I was passing
taking my walk yesterday. Gisteren ging ik wandelen. I passed by a car, Tandilona. Ik kwam langs een auto. And I saw the window of the passenger open. En ik zag het raam aan de passagierskant openstaan. I couldn't just keep walking. Ik kon niet doorlopen. I don't know who the car belongs to. Ik weet niet van wie die auto was. But the Lord impressed upon me to find the owner. Maar de Heer drong bij me aan om de eigenaar te vinden. And don't just keep walking in my comfort. En niet gewoon in mijn eigen comfort doorlopen. You see, when we're not rich in the word, we will obey the devil more than God. Weet je, als wij niet rijk zijn in het woord, dan zijn we meer gehoorzaam aan de duivel dan aan God. There is a law of love. Er is een wet van liefde. In your Bibles. In je Bijbel. How many are obeying that law? Hoeveel mensen zijn gehoorzaam aan die wet? Can I show you that law? Zal ik je die wet laten zien? Hello, can I show it to you? Zal ik het laten zien? Okay, turn to 1 John 2. 1 Johannes 2. And I'll tell you the story of that car in a bit. Dan zal ik zo dat verhaal van die auto vertellen. Open the Bibles. 1 Johannes 2. We are in 2 Corinthians 1. En we zijn in 2 Korinthe 1. Verse 20. Vers 20. For all the promises of God. Want alle beloften van God. Although they are thousands. Al zijn het er duizenden. All of them are yes. Allemaal zijn ze ja. And not yes and no. En niet ja en nee. He is faithful. Hij is trouw. To keep all his promises. En houdt zich aan alle beloften. To the faithful Christian. Voor de getrouwe christenen. Mm-hmm. Look at the law of love here. Kijk naar de wet van de liefde. Are you in 1 John 2? Ben je in 1 Johannes 2? Number 9. Vers 9. What does it say, Hans? Er staat wie zegt dat hij in het licht is. Aha. En zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Ah, when I look at Matthew, als ik naar Matthew kijk. And I say, I don't really hate him. En ik zeg, nou, ik haat hem niet I echt. Walk up and tell him, dat, ik ga niet naar hem toe en zeg dat niet how tegen much hem. I hate him, hoeveel ik hem haat. But when I look at him, maar als ik naar hem kijk. I can't love him. Kan ik hem niet lief hebben? The way that God commands. Hoe God het wil. That means I hate him. Dat wil zeggen dat ik hem dan haat. Because you hate somebody. Want je haat iemand. When you're not obeying. Als je niet gehoorzaam bent. To love him. Hem lief te hebben. Your feelings alone. Alleen je gevoel. Will cause you to hate him. Zal maken dat je hem haat. And when you hate him. En als je hem haat. That means your love for him. Dat betekent dat je liefde voor hem. Is less. Minder geworden is. Then what God commands you to love him with. Dan hoe God je gebiedt hem lief te hebben. And many in the church are guilty of that. En velen in de kerk zijn daar schuldig aan. Don't say nothing. Zeg maar niks. Just say ouch. Zeg maar oeps. God tested my love. God heeft mijn liefde getest. For enemies. Voor vijanden. You don't want to hear all that now. Dat wil je nu allemaal niet horen. He tested me. Hij heeft me getest. And there are more coming. En er komen nog meer. To love enemies. Vijanden liefhebben. Don't say nothing. Zeg maar niks. Just go practice it. Breng het maar in de praktijk. Find somebody who hates you to love them. Vind iemand die jou haat en heb hem lief. I said, find somebody in your life. Zoek iemand, vind iemand die in jouw leven. That you feel you cannot love. Waarvan jij ook voelt dat je hem niet kunt liefhebben. And love them. En hou toch van ze. Go find them. Zoek ze maar op. This is the law of love. Dit is de wet van God. Read the following verse for me, Hans, please. Vers 10. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. When you love your brother and your sister. Als je broeder en je zuster lief hebt. Then you're walking with God. Dan wandel je met God. Then you're walking in the light. Dan wandel je in het licht. And there is no stumbling in your life. En dan is er niets in jou dat de ander doet struikelen. Isn't that what it says? Ja. What is the following verse? Wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. And doesn't know where he's going. Ja, en hij weet ook niet waar hij naar heen gaat. Because the darkness. Omdat de duisternis. Has blinded him. Zijn ogen verblind heeft. Blinded his eyes. Zijn ogen verblind. That's what happens. Dat gebeurt namelijk. When we don't obey the law of love. Als we die wet van de liefde niet gehoorzamen. Who is he talking there to? En tegen wie heeft het hier? Jantje Sinner? Hè? John the sinner? No, he's talking to the church. Hij heeft het hier tegen de Do gemeente. You have a problem to love everybody? Heb jij er moeite mee om iedereen lief te hebben? Repent quickly. Dan moet je snel bekeren. Where is Sister Sinaida? I got to get encouragement. Sister, oh, she's gone. Okay, no problem.
Are you listening to what I'm talking about? Luister je naar wat ik zeg? God tested me to love my enemies. God heeft me getest om mijn vijanden lief te hebben. And there's still more tests coming. En er komen nog meer testen. Do you want some test in that? Wil je ook hierin getest worden? Do you want to mature in God? Wil je groeien in God? Or do you want ministry? Of wil je bediening? And you cannot even love people. En je kunt mensen niet eens lief hebben. Are you listening? When we love our enemies, wanneer wij onze vijanden lief hebben, then we mature. Dan zijn we gegroeid. I even call people. Ik bel mensen zelfs op. That did me wrong. Die mij verkeerd behandeld hebben. And I kept searching my life. Ik ben mijn leven blijven onderzoeken. To see where I was wrong. Om te zien waar ik fout zat. I asked the Holy Ghost. Ik vraag de Heilige Geest. Show me. Laat het me zien. Where I treated this man wrong. Waar ik deze persoon verkeerd behandeld heb. And I couldn't find it. Maar ik kon het niet vinden. And the Lord gave me peace. Die gaf me vrede. And I pick up the phone. En dan pak ik de telefoon op. And I call the individuals. En bel ik die personen op. And said, I don't want to worship God. En dan ik zei tegen ze, ik wil God niet aanbidden. Until we are reconciled. Tot wij verzoend zijn. The Bible tells us that. Dat zegt de Bijbel. Before you worship God. Voor je God begint te aanbidden. Before you give a sacrifice, an offering. Voordat je een offer brengt aan if God. If you know. Als jij weet. If you really know, je weet echt that you and a brother have problems. Dat er iets is tussen jou en je broeder of zuster. Go and reconcile with him first. Dan moet je het eerst goed maken met hem. And then lift up your hand and worship God. En dan kun je hand opheffen en God aanbidden. And then go preach. En dan kun je gaan preken. And then go talk about God. En dan kun je over God gaan praten. Before that, shut your mouth. Daarvoor moet je gewoon je mond dicht houden. Nobody wants this, Hans. Nobody wants these messages. When we love, als we lief hebben, our enemies, onze vijanden, we are better than the publicans. Dan zijn we pas beter dan de tollenaars. Jesus said, the publicans greet everybody. Hij zei, de tollenaars groeten iedereen. What better are you? Waarin ben jij beter? If you only love those who love you. Als jij alleen maar lief hebt, degene die jou ook lief hebben. And you can't love your enemy. En je kunt je vijand niet lief hebben. He said, when you manifest the love for your enemy, als je laat zien dat je je vijanden lief hebt. Then you are children of your father. Dan ben je kinderen van je vader. And then, en dan he can tell you, kan hij tegen je zeggen. Be therefore perfect. Wees dan volmaakt. As your heavenly father is perfect. Gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Then you are mature. Dan ben je volwassen. In God. In God. Before that. Daarvoor. Submit to the law of love. Onderwerp je aan de wet van de liefde. I had people that did us wrong. Er zijn mensen die ons verkeerd behandeld hebben. Over en over. Ze hebben ons kwaad gedaan. If I was not in the spirit, als ik niet in de geest was, I will blow them up with a bazooka. Hè, dan zou ik met een bazooka gekomen zijn. But the spirit of God, maar de geest van God will not allow you to do that. Die staat je dat niet toe. You will love those who hate you. Je zult lief hebben degene die je haten. This message is better than the response. Deze boodschap is beter dan jullie reactie. This response is a bit sloppy. De reactie is een beetje slap, jongens. John the Baptist says, Johannes de Doper zegt to the multitude, tegen de menigte when he was exalting Jesus, toen hij Jezus verhoogde here in John 3, hier in Johannes 3 he lifted up Jesus, hij verhoogde Jezus and then he tells the crowd, en dan zegt hij tegen de menigte he who believes in the Son of the living God, wie gelooft in de Zoon van de levende God, the Lamb of God, de liefde van God that takes away the sins of the world, die de zonden van de wereld wegneemt they and they only has everlasting life. Alleen die heeft eeuwig leven. And he who does not believe, maar wie niet gelooft, shall not see life, zal het leven niet zien. But the wrath of God abides on him. Maar de toorn van God blijft op hem. It's so dangerous. Het is heel gevaarlijk. When you see the wrath of God on people's lives. Als je de toorn van God op iemands leven ziet. I have seen it. En ik heb het gezien. I have seen the wrath of God on people's lives. Ik heb de toorn van God over mensen gezien. Not even outside the church, but inside of it. Niet eens buiten de kerk, maar in de kerk. Uh-huh.
Wow. And then when you go deeper in the word of God. En als je dieper in het woord van God gaat. You study the word properly. Je bestudeert het woord van God. And you don't listen to Joseph Prince. Je luistert naar Joseph Prince. And Stephen Furtick. And Stephen Furtick. And Joel Osteen. And Joel Osteen. And many of those charlatans. En veel van die bedriegers. False teachers. Valse leraars. False prophets. Valse profeten. Deceivers. Misleiders. Writing all kind of crazy books. Schrijven allerlei gekke boeken. Taking money from the people to be multimillionaires. He, pakken geld van de mensen om multimiljonairs te worden. And they don't preach these things. Deze dingen preken ze niet. They do not preach it. Ze preken dit niet. They don't preach this. Ze preken het niet. They preach the soft things. Ze preken de zachte dingen. No matter what you do. Maakt niet uit wat je doet. The Lord is with you. De Heer is met je. If you are a branch in the body of Christ. Als jij een rank bent in het lichaam van Christus. No matter what you do, he will not cut you off. Maakt het echt niet uit wat je ook doet. Hij snijdt je nooit af. He understands every sin that we do. Hij begrijpt elke zonde die we doen. You are once saved, always saved. Eens gered, altijd gered. They don't preach this. Ze preken dit niet. But when you go into the word, maar als je naar het woord kijkt. And you study eternal life, en je bestudeert het eeuwig leven. And the conditions that are attached to this quality of life, en de voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze kwaliteit van leven. You will also find in this Bible, dan zul je ook in deze Bijbel vinden. The contrast, het contrast. To eternal life, ten opzichte van het eeuwig leven. Which is, namelijk. Eternal judgment. Het eeuwig oordeel. God's word makes it very clear, Gods woord maakt het heel duidelijk. That the disobedient people, dat mensen die ongehoorzaam zijn. Are living under the wrath of God. Onder de toorn van God leven. And they will be punished, en ze worden gestraft. When Christ returns, wanneer Christus terugkeert. For his saints. Wanneer hij terugkomt voor zijn heiligen. Did you hear that? Let me back it up. Ik zal dat laten zien. 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonicenzen 1. If you go listen to those people, als jij gaat luisteren naar die mensen. Don't come to me when you get in trouble. Dan moet je niet bij mij komen als je in de problemen komt. I would not minister to you. Eh, want dan help ik je niet. Because you're gonna waste my life. Want je gaat mijn leven verspillen. You're gonna tire me out. Je maakt me alleen maar moe. If you listen to those wrong teachings, jij gaat luisteren naar die valse leer. And then get in problems, en dan kom je in de problemen. Do not come to me. Dan moet je niet bij mij komen. I would detect it. Want ik krijg het echt wel in de gaten. And I will tell you, en dan zal ik tegen je zeggen. Burn up their products. Je moet al hun producten verbranden. Like now somebody is saying he wants to teach the proper tithing. Zoals nu is er iemand, hè? Heb je er weer eentje die zegt, nu wil hij gaan onderwijzen hoe je echt tiende moet geven. Because all the years he thought about tithing, it was not good. Nou zegt hij, alle jaren dat hij over tiende sprak, dan was het niet goed. And he tells the people, dan zegt hij tegen de mensen, go throw away all the books. Gooi alle boeken maar weg. All the videos. Alle video's. All the CD's. Alle CD's. That I sold you. Die ik je verkocht heb. Throw them away. Gooi ze maar weg. And at the same time he says, maar tegelijkertijd zegt hij erbij. I'm not apologizing. Ik verontschuldig me niet. Because if it was not for this, ja, want als ik het niet gedaan had. I would not want to correct it now. Hè, dan was ik niet op het punt gekomen waar ik nu ben. Dus ik ga het niet corrigeren. Did you hear it? Ja, floep, floep. Listen to those people. Ga naar die mensen luisteren. It's your choice. Dan is dat jouw keus. But when trouble hits you, maar wanneer je dan in de problemen komt. Don't waste my energy. Hè, verspil mijn energie dan niet. Call them. Ga dan maar naar hun. Go to them. Ga dan naar hun toe. The Bible tells me, de Bijbel zegt. So leader, zo leider. So congregation. Zo gemeente. God blamed the priest. God nam het de priesters kwalijk. In Hosea 4. In Hosea 4. Verse 6. Vers 6.
He said, my people, hij zegt, mijn volk are destroyed, gaat te gronden, ze gaan kapot, the lack of knowledge, door het gebrek aan kennis. But he was blaming the priest, maar hij nam dat de priesten kwalijk. That they lacked the knowledge, want zij hadden geen kennis. And they did not have the laws of God. En zij hadden de wetten van God niet. He blamed them. Hij nam het hen kwalijk. And he declared in Hosea 4, en hij zei in Hosea 4, so priest, zo priester, so congregation, zo gemeente. And I want to minister properly. En ik wil jullie goed bedienen. You have to get the word of God. Je moet het woord van God krijgen. And not my books. En niet mijn boeken. And CD's. En mijn CD's. And DVD's. En mijn DVD's. And then I go tell you, go throw them all away. En vervolgens zeg ik, gooi het toch maar weg. I want to stick to the Bible. Ik wil bij de Bijbel blijven. The pure word. Het zuivere woord. And you will see it in your Bible. Dat kun je terugzien in je Bijbel. As I declare it to you. Zoals ik het aan jullie verteld heb. You will see weakness on my life. Je zult zwakheden in mijn leven zien. Human frailties. Menselijke zwakheden. I have limits. Ik heb beperkingen. But you're not going to get me in a false doctrine. That's not going to happen. Maar je zult me niet kunnen pakken op een valse leer. Want dat gaat niet gebeuren. Amen. Zo is het. Ja. Yeah. Wendel, drop a pin, let me see. Yeah. Oh, laat even een spel yeah, vallen. Drop it. Yeah. I heard it. I heard it. Ik kon een spel te horen vallen. Anybody like this message? Do you know? Again, I repeat. Ik herhaal weer. Most of the warnings. De meeste waarschuwingen. And I use these words. The rebukes. De bestraffingen. The chastisement. De kastijding. The reproof. De weerleggingen. The afflictions, hè, de benauwdheid, the admonishments, de vermaningen, all the warnings, alle waarschuwingen, in this Bible of ours, in deze Bijbel voor ons, is first of all directed to the church, zijn in de eerste plaats gericht aan de gemeente, and not to the sinners, niet aan de zondaren. Think about that. Denk daar maar eens over na. So God is warning you. Dus God waarschuwt jou. Through this message, door deze boodschap. That God is so faithful, dat God zo trouw is. So loyal, loyaal. Never lies, hij liegt nooit. Never changes, verandert niet. I am the Lord that changes not, ik ben de Heer die niet verandert. So shall my word be that goes out of my mouth, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond komt. It shall not return unto me void, het zal niet leeg tot me wederkeren. But it shall prosper, maar het zal volbrengen. In the thing whereto I sent it, datgene waartoe ik het gezond heb. My word never changes. Mijn woord verandert nooit. So, dus, God, says today, God zegt vandaag, I promise, ik heb beloofd, eternal life, eeuwig leven, immortality, onsterfelijkheid, endless life, eindeloos leven, everlasting life, eeuwigdurend leven. It starts when the Spirit takes control of your life. En dat begint wanneer de Geest jouw leven overneemt. And it will bubble up inside of you. En dan borrelt hij in je op. Like a mighty fountain. Als een sterke fontein. Leading you to everlasting life. En hij leidt je naar eeuwig leven. The Spirit of God, de Geest van God, gives life now, geeft leven nu. And leads us to everlasting life. En leidt ons naar het eeuwige leven. Jesus told that to the woman of Samaria. Jezus zei dat tegen de vrouw van Samaria. I never forget. Ik vergeet nooit. When we were in Singapore. We were in Singapore. Toen we in Singapore waren. And we were getting blessed. We werden gezegend. And she was shopping. Ze was aan het winkelen. Cheap shopping, by the way. Ja, op de terugweg naar huis. One lady gave us full of coupons, Wendell. En een vrouw gaf ons allemaal kortingsbonnen. Even this shoe I have on now. Volgens mij deze schoenen zelf die ik nu aan. I got it, hush puppies. I got it from those coupons. Die kon ik kopen met de kortingsbonnen. A Christian lady gave Hans a whole bunch of coupons. Een christelijke zuster, ze gaf Hans een paar kortingsbonnen. I think maybe you spend only 10 euro. Ja, ik weet niet meer. Because all the rest was give the coupon and the product came. Ja, met alle coupons konden we bijna het meeste betalen. And this shoe is one of them. En dit is een van de schoenen. You prosperity preachers. Don't. That have your 400 euro shoes? Jullie prosperity predikers met je schoenen van 400 euro. Here is a hush puppy. Hier heb je een hush puppy. I got it free. Fair. And I have it how many years? Nou, minstens 10. More. 10 jaar. More than that. And look at it. Mooi toch? Look.
This batik you see me having here? Deze batik? I got it. Heb ik gekregen. In Indonesia. In Indonesië. People got healed. Terwijl mensen werden genezen. They said, what can we do for you? En dan vragen ze, wat kunnen we voor je doen? I said, nothing. Ik zei, niks. I don't need your money. Ik heb je geld niet nodig. They said, but let us bless you. Laten we je dan toch zegenen. They took a shirt of mine. He, ze namen een overhemd van me. And brought these batik sewn by people in Bandung. En kwamen terug met deze batiks die ze hadden laten naaien. I never paid a cent. Geen cent voor betaald. You go in winter here to buy your winter jacket. Hier in de winter moet je je winterjassen kopen. For hundreds of euros. Honderden euro's. Ja, yeah, die well-dressed long coats you have. Lekkere warme, dikke, warme, lange jassen. I was walking in Bandung, Indonesia. Ik liep in Bandung in Indonesië. And I walked into a store where they had these coats. En ik liep een winkel binnen waar ze die winterjassen hebben in Indonesië. I said, Holland, bekijk het maar. Nederland, bekijk het maar. I have some jackets at home now. Ik heb nu jassen thuis. That I bought in Bandung, Indonesia. Die ik in Bandung in Indonesië gekocht heb. Esprit. That's one of the highest qualities of jacket. Goed merk. Esprit. Duur merk. Weet ik veel. I bought two jackets for 40 euro. Ik kocht twee jassen voor 40 euro. Winter jacket. Warme winterjassen. Put them in my suitcase and brought them home. Stopte ze in mijn koffer en nam ze mee naar huis. Some of you go buy the CDs of Hillsong. Sommigen jullie gaan CDs van Hillsong kopen. And all these sinful singers. Al die zondige zangers. And you pay 20 euro for them. En daar betaal je meer dan 20 euro voor. I went to Indonesia. Ging in Indonesië. And I brought them for 3-5 euro. Kocht ze toen voor 3 euro. But Hillsong, I threw them all away. Die van Hillsong heb ik weggegooid. You know why, isn't it? Je weet wel waarom, hè? I don't want to listen to unclean things. Ik wil niet naar onreine dingen luisteren. Hey, are you here? Hey, are you here? Where was I now? Where was I? Oh ja. The voorbeeld of what? Yeah, you went to tell the lady about the window was open of the car when you went walking. All the way there, I forgot. You see, thank you. Yeah. I passed by the car. Ik liep langs een auto. I'm coming back. Kom I'm zo coming terug. Back to a lot of Bible for you, so because Anne's talked too long today. Hallelujah. Yeah, she talked. Mijn schuld vandaag. Good things, but she talked long. And you always want long preaching, though. Mm. So, yeah, I walked down, and my natural man said, "Who cares about that car, man?" Mijn natuurlijke mens zegt, nou ja, maakt mij het uit. Because die auto. That's the time we are living in now. Want dat is de tijd waarin we nu leven, hè? Boeien. Wendell, I have never seen a time where people are so selfish like now. Ik heb nooit een tijd gezien waar mensen zo zelfzuchtig zijn als vandaag. It's all about me. Het gaat allemaal om mij. Ik en de rest stikken. Who cares about nobody? Boeien. Don't go too close, you get corona. Kom niet te dichtbij, want dan krijg je corona. Or whatever they use. Of weet ik veel wat mensen maar gebruiken. Not to love people. Ze hebben mensen niet lief. People love with mouth. Mensen hebben lief met de mond. And with the tongue. Met de tong. But not in the heart. Niet in het hart. And with the actions. En niet in daden. And God tested me. God testte me. So simple. Zo simpel. The window is open. Het raampje stond open. I kept walking and I stopped. Ik bleef staan. I said, Lord, suppose I go ring the bell and I ring it to the wrong place. Ik zei, Heer, wat als ik aanbel bij de verkeerde? And they get angry at me. En ze worden boos op me. I saw the house. Ik zag een huis. I went straight. Ik belde gewoon meteen aan. The lady opened the door. Mevrouw deed de deur open. I told her, I'm so sorry, I don't want to bother you. Ik zei, neem me niet kwalijk, ik wil u niet lastig vallen. I see a car here with the window open. Maar ik zie hier een auto met een raampje open. Could it be yours? Is die misschien van u? She missed. You know what she did? Weet je wat ze deed? Like this. She didn't send kiss to me, hoor. Ze stuurde geen kus naar mij, maar oh. And then I said, is it your car? Toen zei ik, is het uw auto? Renault, the grey Renault. Die grijze Renault. She said, that's my car. Ze zei, dat is mijn auto. She said, I'm a bit forgetful. I said, don't worry about that. Ze zei, ik ben een beetje vergeetachtig. I also forget things and ik I'm younger than you. Ze geeft niks, ik vergeet ook wel eens wat en ik ben jonger dan u. She said, do you know how thankful I am for this? Ze zei, weet je hoe dankbaar ik ben? Can that help you a bit? Kan dat een beetje helpen? Can that help you in our crazy society? In onze gekke maatschappij?
Can that help you? Kan dat helpen? To go practice some love. Je met je liefde in praktijk brengt. In the things that God put on your path. In dingen die God op je pad brengt. But I gotta get back to the wrath of God. Maar ik moet terug naar de toren van God. I gotta get back to eternal life. Ik moet terug naar het eeuwig leven. That God promised us. Dat God ons beloofd heeft. But there is a price to pay to live in it. Maar er hangt een prijskaartje aan om daarin te leven. Because every promise of God has obedience attached to them. Want aan elke belofte van God is gehoorzaamheid gekoppeld. Go to 2 Thessalonians 1. 2 Thessalonicenzen 1. We see here God's word makes it very clear. We zien hier, want Gods woord maakt dat heel duidelijk. That the disobedient people. Dat mensen die ongehoorzaam zijn. Even in the church. Ook in de gemeente. Are living under the wrath of God. Onder de toorn van God leven. And they will be punished. En ze worden gestraft. When Christ comes back. Wanneer Christus terugkomt. For the saints. Voor de heiligen. People ask me, do you talk about the coming of the Lord, Pastor? Mensen vragen wel eens aan mij. Pastor, praat je ook over de komst van de Heer? Oh, yes, I do. Ja hoor. But not the confusion ones. Maar niet die je in de war brengt. And not only, I don't preach like everybody's ready. En ik preek ook niet dat iedereen klaar is. Because God's word shows us different. Maar omdat Gods woord ons iets anders so laat zien. Eternal life, dus eeuwig leven. In this message, in deze boodschap. I'm showing you, ik laat je zien. The contrast, het contrast. With eternal judgment. Met het eeuwig oordeel. So follow me in 2 Thessalonians 1. Volg maar mee in 2 Thessalonicenzen. Verse 7 to 9. 1 vers 7 tot 9. And to you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting of rust te geven. Bij de openbaring van de Heer Jezus Christus vooruit de hemel met de engelen van zijn kracht. And look how he's coming. En kijk hoe hij komt. Verse 8. Vers 8. And you can read it out loud, please. Dat mag je hardop lezen. 1, 2, 3, go read it. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Can you please pay attention to that? Kun je hierop letten, alsjeblieft? Can you imagine? Kun je voorstellen? The sloppy coming of the Lord messages that are coming across. De slappe boodschappen over de komst van de Heer Jezus die je hoort. Not challenging people with these verses. Waar mensen niet uitgedaagd worden met deze verzen. He is coming. Hij komt. In flaming fire. Met vlammend vuur. To take vengeance. Om wraak te oefenen. On those who do not know God. Over hen die God niet kennen. Who refuse to know him. Die weigeren hem te kennen. Who reject him. Die hem verwerpen. Like Israel rejected God. Zoals ook Israël God verworpen heeft. And chose a king. En koos voor een koning. Instead of God being their king. In plaats van dat God hun koning nog was. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. I know people that will tell people, go to Pastor Vernon's church, you will learn a lot, and they don't come themselves. Ik ken mensen die zeggen, oh, ga maar naar de gemeente van Pastor Vernon Davis, want dan kun je heel veel leren. Maar zelf komen ze niet. And the church is not mine, by the way. En de gemeente is sowieso niet van mij. I don't have no church. Ik heb geen gemeente. Church is not mine. De gemeente is niet van mij. If it was not for the government, als het niet van, om de regering ging, I would never even have a name. Hè? Als het niet van de overheid moest, zou ik niet eens een naam hebben. Voice to the nations. Voice to the nations. I just call it church. Ik noem het gewoon kerk. I'll call it the church of Jesus. De gemeente van Jezus. That's what it is. Want dat is het. Go to Pastor Vernon. Ga maar naar Pastor Vernon. He's rich in the word. Die is rijk in het woord. Oh ja, yeah, you got the word there. Oh ja, daar krijg je het woord. But you know, it's only about holiness. Het gaat allemaal wel over heiligheid. And we can live without sin. En dat we zonder zonde kunnen leven. And we gotta obey God 100%. En dat we God 100% moeten gehoorzamen. And we gotta live in sanctification. En dat je in die heiliging moet leven. And righteousness. En rechtvaardig. All the days of our lives. Voor de rest van je leven. Or heaven will be closed to us. Of de hemel gaat voor ons dicht. Who wants to hear that? Wie wil dat nou horen?
The Lord is coming. De Heer komt. Not like what most preachers say. Niet zoals veel predikers zeggen. I want you to read that verse 8 one more time. Vers 8 nog een keer. And that this one you got to write down a lot. Deze moet je heel veel opschrijven. And if you have a marker, mark it down. En als je een marker hebt, dan moet je hem ondertekenen. And be serious about it. En neem het serieus. It's coming. Read it. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. That is good news. En dat is goed nieuws. And then verse 9. En dan vers 9. These shall be punished. Zij zullen als straf ondergaan. How? Wat? With everlasting destruction. Het eeuwig verderf. From the presence of the Lord. Dat is weg van de aanwezigheid van God. And from the glory of his power. En van de heerlijkheid van zijn macht. Let me drop back to verse 7. Weer terug naar vers 7. When the Lord Jesus. Wanneer de Heer Jezus. Shall be revealed from heaven. Vanuit de hemel geopenbaard zal worden. With his mighty angels. Met zijn machtige engelen. The angels. Of his power. De engelen van zijn kracht. That's the way he's coming. Zo komt hij. And how many preach about this? Hoeveelen preken dit? That he's coming with wrath. Dat hij komt met toorn. That he's coming with judgment. Dat hij komt met oordeel. That for us to get the eternal life, we got to know the judgments of God. Dat als wij dat eeuwig leven willen hebben, dat we dan ook de oordelen van God moeten kennen. The Bible says in Matthew 24:31, if you can turn quickly to it, turn quickly. De Bijbel zegt in Matthäus 24. Vers 31. Vers 31. Then get Mark 8:38 ready. En dan Marcus 8 vers 38. Get it ready. And I want to stay in 2 Thessalonians 1. Ik wil blijven in 2 Thessalonicenzen 1. This is a Bible church. Dit is een Bijbelkerk. The primary tool that God uses to build up his church. Het voornaamste gereedschap dat God gebruikt om zijn gemeente op te bouwen. Is his faithful word. Dat is zijn betrouwbare woord. We read in Titus 1:9. In Titus. Listen to it. 1 vers 9, daar lezen we. Paul said the man of God. Paulus zegt de man van God. Must hold on to the faithful word of God. Moet zich houden aan het betrouwbare woord van God. So he can correct the church. Zodat hij de gemeente kan corrigeren. And build up the church. En de gemeente kan opbouwen. By the faithful word of God. Door het betrouwbare woord van God. I emphasize. Ik leg de nadruk op. God calls his word. God noemt zijn woord. The faithful word. Het betrouwbare woord. And he builds up the church with it. En daar bouwt hij de gemeente mee op. That's Titus 1:2. Dat is Titus 1 vers 9. And we read in Titus 1:2 today. We hebben ook gelezen in Titus 1 vers 2. That God promised eternal life. Dat God het eeuwig leven beloofd heeft. Before the foundations of the world. Al voor de grondlegging van de wereld. We read it today. Hebben we vandaag nog gelezen. In Titus 1:3. Titus 1 vers 3. That at the right time. Dat op de bestemde tijd. He manifested his word. Hij zijn woord geopenbaard heeft. Through preaching. Door de prediking. So we need to preach. Dus we moeten preken. The promise. De belofte. Of eternal life. Van het eeuwig leven. And we got to show people. En we moeten mensen laten zien. How you get it. Hoe je dat krijgt. And who cannot get it. Maar ook wie het niet kan krijgen. And we do that. En dat doen we. By being men and women of God. Door mannen en vrouwen van God te zijn. Who practice Titus 1:9. Die Titus 1 vers 9 in praktijk brengen. We bring the faithful word of God. We brengen het betrouwbare woord van God. And only the faithful word of God can build up the church. En alleen dat betrouwbare woord van God kan de gemeente opbouwen. So now in Matthew 24:31. Nu Matthäus 24 vers 31. Jesus will send his angels. Jezus zal zijn engelen uitzenden. With a great sound. Met luid bazuingeschal. Of a trumpet. Bazuingeschal. To gather together his elect from the four winds. From one end of heaven to the other. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste ervan. That speaks for itself. Dat spreekt voor zich. That speaks for itself. Dat spreekt voor zich. Mark 8:38 now. Marcus 8 vers 38. My goodness, Antje. Anyway, look at it. Mark 8:38. Marcus 8 vers 38. Jesus speaking. Jezus spreekt. Whosoever is ashamed of me and my words. Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal in hebben. In this hour.
In dit uur. In this adulterous and sinful generation. This is now. In dit overspelig en zondig geslacht. Dat is nu. Of him, the Son of Man. Voor hem, de Zoon des Mensen. Will be ashamed. Zal de Zoon des Mensen zich. When he comes in the glory of his Father. Dan zal hij zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. How is he coming? Hoe komt hij dan? With the holy angels. Met de heilige engelen. In flaming fire. Met vlammend vuur. Amen. Amen. I see clearly. Ik zie duidelijk. That God wants his church. Dat God wil dat zijn gemeente. To acknowledge his faithfulness. He, erkent hoe trouw hij is. The faithfulness of God. En de betrouwbaarheid van God. And his living word. En zijn levende woord. Is a constant theme throughout the Bible. Is een thema dat je continu terugvindt in de Bijbel. For all the promises of God. Want alle beloften van God. Which are so many. He, zoveel als er zijn. To be added thousands of them. Het zijn de duizenden. All through the Bible. In de hele Bijbel. All of them. Allemaal. Is yes. Is het, zijn ze ja. And in him amen. En in hem amen. To the glory of God. Tot verheerlijking van God door ons. Through the preachers. Door de predikers. Who preach the faithful word of God. Die dat betrouwbare woord van God preken. The word promise. Het woordje belofte. I explain it again. Nog een keer. Divine proclamations. Dat is een goddelijke aankondiging. That God announces. Die God aankondigt. To do his people good. Namelijk dat hij zijn volk goed doet. And he manifested his faithfulness. En hij heeft zijn trouw geopenbaard. To his faithful children. Aan zijn trouwe, betrouwbare kinderen. By the promise of eternal life. Door de belofte van het eeuwige leven. That's one, I think, the greatest promise. Ik denk dat dat de grootste belofte is. Eternal life. Eeuwig leven. The assurance of life. Zekerheid van je leven. Endlessly blessed. Waar je eindeloos gezegend bent. Now, nu al. In the kingdom of God. In het koninkrijk van God. No curse. Geen vloek. On my life. In mijn leven. No curse. Geen vloek. Only blessing. Alleen zegen. And favor. En gunst. Running after my life. Die mij achter me aankomen. But the disobedient. Maar de ongehoorzamen. The Bible shows us. De Bijbel laat ons zien. That they're living under the wrath of God. Dat zij leven onder de toren van God. And that's why eternal life is contrasted. Daarom zie je dat het eeuwig leven in contrast staat. With eternal judgment. Met het eeuwig oordeel. And being rejected by God. En door God verworpen zijn. The disobedient. De ongehoorzamen. Are not blessed. Zijn niet gezegend. They are living under the wrath of God. Die leven onder de toren van God. And the Bible says. En de Bijbel zegt. They will be punished. Dat zij gestraft zullen worden. When Christ comes back. Wanneer Christus terugkomt. 2 Thessalonians 1:8. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Look what Jesus told the church of Thessalonica here. Kijk wat Jezus hier zegt tegen de gemeente van Thessalonica. He's coming. Hij komt. How? Hoe? In flaming fire. Met vlammend vuur. Taking vengeance. Hij verovert wraak uit. On those who do not know God. Over hen die God niet kennen. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. En over hen die niet gehoorzaam zijn aan het evangelie van Jezus Christus. I'm not impressed. Ik raak niet onder de indruk. With these big meetings in stadiums. Van al die grote samenkomsten in stadions. With gospel concerts. Met gospelconcerten. Where a man steps up. Waar iemand naar voren komt. And it's AO Jongerendag. AO Jongerendag. The stadium, the place is packed with all these young people. Het stadion is vol met al die jongeren. And every one of them have the AO glimlach. Iedereen had een AO glimlach. Because in AO they don't want you to speak in tongues. Want bij de AO willen ze niet dat je in tongen spreekt. They don't even want you to talk about sin. Je mag niet over zonde praten. Are you congregation going to help me preach this thing? I told you, pull it out. Gaan jullie als gemeente mij helpen te breken? Ik zei toch, trek het eruit. I saw a meeting. Ik zag een samenkomst. With many young people. Heel veel jongelui. Jumping and dancing. Springen, dansen. And then the preacher had to come. En toen moest de prediker komen. He had a little message. Korte boodschap. So sloppy. Slap. No conviction. Totaal geen overtuiging. And then at the end of the message. Aan het eind van de boodschap. He picked up his phone. Pakt hij zijn telefoon. And he told all the young people. Zei tegen alle jongelui. Lieve
jonge mensen. Dear young people. When people start to talk like that, I get scared. Als mensen al zo beginnen te praten, dan word ik al achterdochtig. Lieve mensen. Dear folks. Lieve jonge mensen. Dear young. Het is geweldig. Oh, great. How great. Om to see you here. Jullie allemaal hier te zien. Mm-hmm. Nowadays. Tegenwoordig. The young people get bored. Raken de jongeren snel verveeld. Of churches where the word is being preached. Vooral voor in kerken waar het woord gepreekt Because wordt. Because the devil uses these things. Omdat de duivel deze dingen gebruikt. With music. Met muziek. Emotions. Werken aan hun emoties. And then they flock those meetings. En dan krijgen ze dat soort samenkomsten vol. And they look at the church. En kijken ze naar de kerk. Where the word is coming. Waar het woord komt. And say that's old school. En dan zegt dat is ouderwets. It is so sad. It is so boring. You don't even find people with a Bible no more in a meeting. Je vindt mensen niet eens meer met een Bijbel in een samenkomst. I saw a man of God that I know. Ik zag een man van God die ik ken. Put on his Facebook. Zet op zijn Facebook. People were sitting like this. Mensen zaten er met de armen over elkaar bij. And he said, nice fellowship of the believers. Mijn fellowship met de gelovigen. Nice fellowship, nice. Oh, fijne fellowship. They were sitting like this. Fijne fellowship met de gemeenschap met de gelovigen. With a big smile on their face. En ze zaten er zo bij. And I wonder. Ik vroeg me af. What was preached? Wat er gepreekt werd. Was the word preached? Werd het woord gepreekt? And then they used the word. En toen gebruikten ze het woord. Gaaf. Cool. Gaaf. Cool. We hebben gelachen. Oh, we were laughing. We hebben zo gelachen. Oh, we had a laugh. And they put the videos where people are jumping. En dan zetten ze video's op waar we mensen stonden te springen. And people standing on the platform with their guitars. Mensen op het podium staan met hun gitaar. And they're singing gospel songs. En met hun, ze zingen de gospelliederen. But I don't see the preaching. Maar ik zie niks van de preek. The preaching has to be the power. De preek, dat is toch juist de kracht. The most important is the message. Het belangrijkste is de boodschap. God has chosen. God heeft ervoor gekozen. Eternal life. Voor het eeuwig leven. Before the foundations of the world. Al voor de grondlegging van de wereld. But at the right time. Maar op de juiste tijd. He manifested his word. Heeft hij zijn woord geopenbaard. Through preaching. Door de prediking. I saw this AO preacher. Ik zag die AO prediker. With the AO vergadering van al die jonge mensen. Met de AO bijeenkomst. He told them to lift up their phones. Hij zei: hou je telefoon omhoog. And turn on their light. En doe je lampje aan. Of the telephone. Van de telefoon. And that shows. Want daaraan kun je zien. That they have Jesus in their life. Dat ze Jezus in hun leven hebben. And you see the phones go up. En je ziet de telefoons omhoog gaan. And that was it. En dat was het. That was it. Dat was het. And if you say today. En als je vandaag zegt to these young people, tegen die jongeren, Jesus is coming. Jezus komt. But let me show you from the Bible how he's coming. Maar laat me je vanuit de Bijbel laten zien hoe hij komt. He's coming like 2 Thessalonians 1:8. Hij komt als 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Read it again, congregation. Lees het nog maar een keer, gemeente. Excuse me. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Are we telling the young people that? Vertellen we dit aan de jongeren? Are we speaking about this in church? Spreken we hierover in de kerk? In flaming fire. Met vlammend vuur. Fire. Vuur. That means he's coming surrounded with a flame of fire. Dat betekent dat hij met vuur, vlammend vuur om zich heen komt. And that fire will accompany Jesus. En dat vuur komt mee met Jezus. At his second coming. Bij zijn wederkomst. Look at the last book of the New Testament, the Old Testament. I'm sorry. Kijk naar the laatste, last book of the Old Testament. Kijk naar het laatste boek van het Oude Testament. What is it? Wat is dat? What is it? Maleachi. Look at chapter 4. Hoofdstuk 4. Are you there? Heb je dat? Verse 4.
Vers 4. Down to 3. Let me just do it like tot 3? This. To 6? Sorry. Chapter Malachi chapter 4 verse 4 down to verse 1 down to 3. I'm sorry. Okay. Oh yeah. Malachi 4 vers 1 tot 3. Ah, God help me. Behold, the day comes that shall burn as an oven. And see, all the proud, yes, and all that do wickedly shall be stubble. And the day that comes shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Want zie, die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen, allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de lege machten. Die van hun wortel nog tak zal overlaten. Wow. Somebody help me worship God here. Laat iedereen mij helpen, God aanbidden. Oh mijn God. Somebody Lord. Let me worship God here. Somebody lift their voice and worship him. Somebody cry out to God. Heer, hebt er alles aan gedaan om ons uw woord te geven. Je hebt er alles aan gedaan om mensen te redden. Niemand hoeft verloren te gaan wanneer wij uw wegen volgen en u geloven op uw woord. Amen. Dat u goed bent. Wait. Amen. I'm going back to Malachi 4 again. Ga weer terug naar Malachi 4. I'm sorry, Ansi, I gotta move. I'm not gonna finish this thing. For behold, the day is coming. Want zie, die dag komt. Burning like an oven. Brandend als een oven. My goodness, I grew up near a baker shop in Curaçao. Ik ben opgegroeid bij vlakbij een bakkerij in Curaçao. And I went inside one day. Ik ging een keer naar binnen. And I saw how they put the oven on. En ik zag hoe ze de oven aandeden. And it blazes. The fire goes. Oh. Je hoorde dat vuur. In the oven. In de oven. And then they shut down the fire. Dan zetten ze het vuur lager. And then they put the breads on a big plank. En dan zetten ze brood op een grote plank. And turn and put it in there. En dan schuiven ze dat brood zo naar binnen. And then they close the oven. En dan gaat de oven dicht. And that heat. Die hitte. Produces the bread and brings it back out. Bakt het brood en het komt terug. The coming of the Lord. De komst van de Heer. The coming of the Lord. De komst van de Heer. I said the coming of Jesus. Ik zei de komst van Jezus. Is not like what many preach. Is niet zoals het door velen gepreekt wordt. Burning like an oven. Brandend als een oven. And all the proud. En alle hoogmoedigen. Al die hoge pieten. De hoogmoedigen. Those who think they know it better than God. Degenen die denken dat ze het beter weten dan God. God resists the proud. God weerstaat de hoogmoedigen. He gives grace only to the humble. Hij geeft alleen genade aan de nederigen. Pride is a devil's sin. Hoogmoed is zonde van de duivel. Let me read Malachi chapter 4. Malachi 4 wil ik lezen. In verse 1 again. Nog een keer vers 1. So you can prepare for the coming of the Lord. Dan kun je je klaarmaken voor de komst van de Heer. And you all who hear me. Iedereen die me hoort. Prepare yourself. Maak je klaar. That day. It says here. Burning like an oven. Brandend als een oven komt die dag. And all the proud. Alle hoogmoedigen. Yes, all who do wickedly. Alle die goddeloosheid doen. Will be stubble. Zullen stoppels worden. The day which is coming shall burn them up. De dag die komt zal ze in vlam zetten. Says the Lord of hosts. Zegt de Heer van de lege machten. That will leave them neither root nor branch. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Are we ready? Zijn wij klaar? Are you ready? Ben jij klaar? Be ready. Zorg dat je klaar bent. You better be ready. Zorg dat je klaar bent. With all your lifestyle. Met je hele levensstijl. Vers 2. Look at the contrast. Kijk naar het contrast. But unto you that fear my name.
That's the key. Maar voor u die mijn naam vreest. Those who fear God. Dat is de sleutel. Wie God vrezen. The fear of the Lord. De vrezen des Heren. Leads to life. Brengt je naar het leven. Those who have it. Wie dat hebben. Shall abide satisfied. Blijven verzadigd. And they shall not be visited. By evil. En zij zullen niet door het kwade bezocht worden. Proverbs 19, 23. Spreuken 19, vers 23. Can you drop something again? Mm-hmm. I don't hear nobody says nothing. I don't even hear people breathe. Ik hoor mensen niet eens meer ademen. There's hoor niemand iets zeggen. Are you excited about this or not? Ben je hier enthousiast or over do you of niet? See it as a donderpreek? Zie je dit als een donderpreek? If you think like that, als je zo denkt, then you have to change. Dan moet jij veranderen. If you think different than the word, als je anders denkt dan het woord, you are the one to be changed. Ben jij degene die moet veranderen. God will stick to his word. Want God blijft bij zijn woord. His faithful word. Zijn betrouwbare woord. And he releases his promises through his faithful word. En hij komt met zijn belofte door zijn betrouwbare woord. And we are talking today. About the promise of eternal life. We hebben het vandaag over de belofte van het eeuwig leven. And many are not ready to experience eternal life. Veel mensen zijn niet klaar voor het eeuwig leven. Oeps, oh God. Malachi chapter 4. Malachi 4. Verse 2. Vers 2. Please, I gotta stop. Stand up. Ik moet stoppen, laten we gaan staan. I gotta continue next time. We moeten de volgende keer verder gaan. You cannot handle more. Je kan niet meer hebben. Please stand up. You cannot handle it. Ga maar staan. Het is genoeg. This is enough. Malachi 4. Malachi 4. Jesus is coming how? Jezus komt hoe? Come on now. Look at this. And Marlon, look at this. A man of 65 years. And I can preach 4 more times here today. Ik kan nog 4 keer preken vandaag. That's not boasting. Dat is niet roemen. It is in me. Dat zit gewoon in me. 65 years young. 65 jaar jong. Going to be 66 years old. Ik word 66. Pensioen time is coming. De pensioentijd komt eraan. But I don't have it. Dat heb ik niet. I hope you are going to help with my pension. Ik hoop dat jullie helpen. For me to get at least 100 euro every month from you. So I can eat. That's a tussendoortje. I told you. Ik zei al. Most of the warnings. Meeste waarschuwingen. In that Bible we believe in. In die Bijbel waarin we geloven. Most of the teachings. Het meeste onderwijs. I got to use these words. Ik moet deze woorden gebruiken. Most of the reproofs. De meeste weerleggingen. Correction. De correcties. Chastisements. Tuchtiging. Discipline. Discipline. Given in this Bible. In deze Bijbel voor ons. Is not given. To the sinners. Is niet gericht aan de zondaren. It is given to the church. Maar aan de gemeente. And we better take God serious in that. En we moeten God daarin serieus nemen. Everybody's listening carefully. That's why you can hear a pin drop. We read in Malachi 4. In Malachi 4 lezen we. In verse 1 to 3. In vers 1 tot 3. I'm going to read verse 1 again. Ga nog een keer vers 1 lezen. The day is coming. De dag komt. Burning like an oven. Brandend als een oven. And all the proud. En alle hoogmoedigen. Yes, and all who do wickedly. En alle die goddeloosheid doen. You know who are wicked in this Bible here? Weet je wie goddeloosheid doen in deze Bijbel is? Wicked people. Goddeloze mensen. Are people who hear about the Bible. Zijn mensen die horen over de Bijbel. Hear the word. Horen het woord. And never do it. Maar doen het nooit. Those are the wicked. Dat zijn de goddelozen. They hear it. Ze horen het. But they don't do it. Maar ze doen het niet. That's wicked. Dat is goddeloos. And wickedness is an abomination to God. Goddeloosheid is een gruwel voor God. Many are just hearing. Velen horen alleen maar. And never do. Maar doen nooit. Many. All the wicked. Alle goddelozen. Will be stubble. Worden als stoppels. And the day which is coming. De dag die komt. Shall burn them up. Zal ze in vlam zetten. That is eternal life contrasted with eternal judgment. Dat is het contrast tussen het eeuwig leven en het eeuwig oordeel. And who says it?
Wie zegt dat? Says the Lord of hosts. Zegt de Heere van de legermachten. That will leave them neither root nor branch. He, die wortel nog tak zal overlaten. Verse 2 opens up with a but. En dan begint vers 2 met een maar. But unto you. Voor u. Who are these people? Wie zijn dat? That fear my name. Die mijn naam vreest. How many fear God like that? Hoeveel mensen vrezen God zo? In this hour. In dit uur. 400 or more references. 400 en meer verwijzingen. In the Bible. In de Bijbel. About the fear of God. Over de vrees voor God. Why does God put so much of that in the Bible? Waarom zet God daar zoveel van in de Bijbel? The fear of God. De vrees voor God. The terror of God. De schrik voor God. My flesh trembles for fear of God. Mijn vlees beeft uit angst voor God. And I am afraid of his judgment. En ik ben bang voor zijn oordelen. 400. I counted them, Wendell. 400. Ik heb ze geteld. References. 400 verwijzingen. That talks about fearing God. Die gaan over God vrezen. Look how much of that is preached. Kijk hoeveel daarvan gepreekt wordt. Very sad. Triest. But unto you. Voor u. Who fear my name. Die mijn naam vreest. Shall the Son of Righteousness, that's Jesus. Zal de Zoon der Gerechtigheid, dat is Jezus. He shall rise. Hij zal opgaan. With healing in his wings. Met genezing onder zijn vleugels. And you shall go out. En jij zult uitgaan, and grow buitengaan. Fat. En dartelen en vet worden. Like stale fat calves. Als kalver uit de stal. That means spiritually. Dat betekent geestelijk. You will be fat. Ben je vet. Mature. Volwassen. Ready for the coming of the Lord. Klaar voor de komst van de Heer. You, verse 3, u shall trample the wicked. Zult de goddelozen vertrappen. They shall be as ashes under the soles of your feet. Zij zal als stof, als as worden onder uw voetzolen. On the day, saith God. Op die dag, zegt de Heer. That I do this. Die ik bereiden zal. Says the Lord of hosts. Zegt de Heere van de legermachten. And he finishes in verse 4. En hij eindigt in vers 4. Let me finish it like this. Remember. Everybody read it out loud. Come. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. So today God is saying, dus vandaag zegt God, remember the word of God. Denk aan het woord van God. Remember the Ten Commandments. Denk aan de 10 geboden. That Moses wrote down. Die Mozes is geschreven. With the finger of that God wrote down. Of die God geschreven heeft. With his finger. Met zijn eigen vinger. And passed them to Moses. En het gegeven heeft aan Mozes. Remember the commandments of God. Denk aan de geboden van God. And the judgments. En aan de oordelen. And be ready. En zorg dat je klaar bent. For the coming of the Lord. Voor de komst van de Heer. God is faithful. God is getrouw. To his word. Aan zijn woord. Are we responding today? We reageren wij daarop? Beantwoorden wij dat? I'm done. Amen. I'm done. Amen. I'm done. Ik ben klaar. I'm done with the message. Ik ben klaar met de boodschap. Remember the word of God. Denk aan het woord van God. It says remember the law of Moses. Er staat denk aan de wet van Mozes. That's what keeps us strong. Daardoor blijven wij sterk. Remember the Torah. Denk aan de Torah. Remember the Ten Commandments. Denk aan de 10 geboden. And see them in the fulfillment. En zie ze in de vervulling. Remember the law and the prophets. Denk aan de wet en de profeten. Hold on to the word. Blijf bij het woord. Keep washing your lives. Blijf je leven wassen. With the word. Met het woord. Jesus is coming. Jezus komt. In flaming fire. Met vlammend vuur. Be ready. Zorg dat je klaar bent. Jesus name. In Jezus' naam. Lift up your hands and shout unto God. Hef je handen op en roep tot God. Halleluja. Heer, wij willen u danken voor uw waarschuwingen. Dank u, Heer, dat u ons voorbereidt. Want u waarschuwt ons niet om ons bang te maken, maar juist om ons klaar te maken. Heer, dat we toch onze ogen mogen openen. Dat uw woord toch levend mag worden. Dat uw woord, Heer, duidelijk wordt in ons dat we uw liefde mogen zien. Dat we uw kracht mogen zien. Dat we uw heerlijkheid mogen zien. Dat we mogen zien hoe uw liefde is. Dat we mogen zien, Heer, dat uw oordelen rechtvaardig zijn. Omdat u in alles voorzien heeft, Heer, om ons te helpen. Om ons dat eeuwige leven te geven. Om ons kracht te geven en u te verwachten. Met vrijmoedigheid, omdat we weten dat u die hemel voor ons